Metapod. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwerwets Media en Consultancy presenteert de Meta Podcast. Metapod. En hier zijn jullie hosts Jeffrey en Dennis. Ja, hallo Dennis. Ja, hallo. Ja, ik wilde ja zeggen. Toen dacht ik van oh nee, maar Dennis van de Wap als het niet uh, hallo Dennis zegt. Dus toen ja, maar zei je ik... zei nu alsnog iets heel raars. Ja. Dus het maakte nu echt. Die... Ja, je had nu gewoon net zo goed ja kunnen zeggen. Nou, ik hoorde, hier zijn jullie hosts, Jeffrey en Dennis. En ik dacht van nou, ik ben blij dat Dennis eindelijk van de kapper terug is. Want uh, ja. hoe heet het, uh, alles, uh, hier zijn jullie hosts, Jeffrey en Jeffrey. Of zo was het dan geworden vanavond. Je kunt het toch gewoon uitzetten nou hier zijn jullie hosts, Jeffrey. Punt. Oh ja, dat kan natuurlijk, want ik stel ik Gewoon eerste. de intro uitzetten, ja. Dat ja. zou ook wel mooi zijn als je dat gewoon een keertje doet. Hier zijn je ja. host, Jeffrey, Jeffrey. En dan uitzetten en dan weten mensen meteen ook waar ze aan toe zijn. Ja, ik weet niet of het daar beter van wordt. Ik kan veel zeggen van jou, maar de podcast met jou is beter. Dat is wel lief, zo van. Want ja, nee, dat, is dat wel stukje van bedoeld. ik kan veel zeggen van jou, dat betekent dus dat er heel veel negatieve dingen zijn. Nee, maar de maar podcast het... is in ieder geval beter. Nee, 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 nee dat, dat is wel... niet wat ik bedoelde. Niet? Dat is wel, niet, iets het dat is te... wel hoe, het, hoe het klinkt, ja. Dat weet ik. Het was ook hoe het moest klinken, maar was niet hoe het was oh. niet hoe ik het eigenlijk bedoelde. Ik wil net zeggen, het was wel hoe het moest klinken, maar het was niet hoe je het bedoelde. <laughs> ik, ik, ja... Okay. ja dat was een beetje een cynische ondertoon nee ik moet je over okay. 24 uur nog zien hè dus dan uh... <laughs> ja true naat hey overigens uh, je hebt gelijk ik was uh, super laat bij de kapper ik was daar echt op tijd nee uh, dat geloof ik, ik en we hadden uh, afgesproken want... later op te nemen dus ja ja dat klopt maar niet zo laat als in Deze... het, ik had afgesproken om 8 uur bij de kapper dus ik dacht oh dat duurt ongeveer een half uurtje dan ben ik rond half negen terug ja. maar ja de eerste 25 minuten heb ik daar gezeten want hey. er was nog iemand voor me dus ja, Fijn, hè? dat was een beetje jammer. Nee, hm? helemaal niet. Ja. ja, daar doe je niks aan. Nee. Um, ja, dus, uh, ja. maar uh, uh, het is niet ja. alsof, uh, alsof we een hele korte podcast hebben deze week. Uh, nee, dat vrees ik ook niet. Nee, dus uh, snel maar eventjes die muziekrechten, die liggen ja. bij. De Pokémon Company. Helemaal goed. En dan hebben beetje we ook op. nog hunts.com met de podcast. Ja, kijk als we volk aanvullen. Uh, en ik kan zonder <laughs> geen community day spelen. Hebben dat er ook maar gelijk uitgehaald? <laughs> Oké <Okay> dan. <laughs> dus uh, dan weet je dat alvast. Uh, ja, uh, ja, 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 heel goed. Ik heel goed. Was, was weer wat vergeten. Maar, Zijn er uh, nog andere spotlight houden? Laten we die er ook even snel doorheen gooien. Nou, het was één voor zeven toen ik zag dat toen ik dacht, we waren met ons van de. Oh ja, het is Spotlight Hour. Belsproot volgens mij zelfs. Dus op zich nog wel Komt een oké, okay, interessante voorbij, want die moest ik nog eentje. Uh, en toen opende ik het spel en toen tikte die na zeven uur geen belsproot gezien. Dus uh, nee. helaas. <laughs> helaas, helaas. Ja, oké. Okay. Uh, ik heb uh, ook niet gespeeld. Het eten was ook laat toen ik thuis kwam. Uh, en toen uh, was ik aan het eten tijdens spotlight hour. Hm. Um, en ik had ook zoiets van, ja weet je het, het is ook niet zo heel erg boeiend en ik heb heel veel uh, haast, want ik moest mijn battles nog even doen tussendoor oh, uh, ja. want straks naar de kapper, dus ik dacht nou weet je, het wordt hem gewoon niet met Spotlight Tower deze keer, uh, ik ben, en uiteindelijk ben ik nog heel eventjes gaan lopen, omdat ik een uh, uh, Rocket Leader wilde doen, want ja mijn 6 uur ballon was weer Sierra dus toen had oh. ik zoiets van, oh, moet ik weer verder lopen ja. dus ja, dat dus dat was mijn Spotlight Tower ik heb wel uh, een Arlo gedaan nou, kijk. Okay. Dat is iets. Ik heb ja. uh, geen Rocket gedaan, want ik had nog geen ruimte voor een ei. Dus ik wachtte nog heel even. Die was bijna uit, zeg maar. Dus uh, dan wacht ik nog heel even. Uh, ja, wel gewoon rockets, maar geen uh, Team Rocket, moet ik zeggen. Ja. Nee, precies. ja. I jouw naam is K. Ja, ik moet snel gewoon een naam doen, dus zeggen: Oké. Okay. Nou, Oké. Okay. Meestal uh, heb je iets, maar. Ja, uh, ik... soms dan, dan denk ik er ook gewoon wel even uh, over na, maar ja, haast. Hè, dus. Uh... Hm, ja, nee, je ja. hebt. Prima. Um, ik ja, jij hebt mooie eens... tijd. Vanwege ja. dat we laat zijn, denk ik. <laughs> nou ja, dat is het in ieder geval. Als dat het nieuws was. Alhoewel er was vandaag nieuws om drie uur. En gisteren ook al om drie uur is dat de nieuwe Niantic klok Is dat mm -hmm. uh, een ding? Uh, wie weet. Ja. Hmm. Kunnen we er uh, dingen van maken? Uh, nou ja, uh, misschien is het dus ook nieuws zo meteen om uh, tien uur. Dan zijn we in ieder geval nog aan het opnemen. <laughs> ja, Want 44 ja, minuten zeker is is waar, de ja. Zeker waar, ja. Uh, want zoals we al zeiden, er was genoeg nieuws. Uh, ik heb het ook maar voor me gepakt dan gelijk. Uh, de gebruikersvoorwaarden en Larvesta hebben we nog besproken. En de Ponita ook. En woensdag, um, het eerste nieuwtje wat ik daar bespreek was dat... Uh, nee, nou ja, dat ik het moeilijker maak voor de Pokémon. Maar dus dat hebben we wel in de podcast besproken. Het eerste nieuwtje wat me opvalt is een nieuwtje wat eigenlijk helemaal geen Pokémon Go nieuws is. Maar toch besproken moet worden, vind ik. Dat gaat over de Amazon... Um, In-game store. Um, daar hebben we het vorige week over gehad. Weet ja, je nog? klopt. Ja, ja, weet ik nog. En toen dat zat in de gebruiksvoorwaarden. En toen hadden we zoiets van: hmm, wat zou het zijn? En toen, hmm. net nadat wij stopten, stuurde ik jou een linkje van: nou, dit is dat nu live. Ja. Uh, um, toen het was is het een. Uh, ja, voor Peridot. Uh, dus, dus niet voor Pokémon Go. Maar daarom zeg ik: van, ja, we moeten het toch even over hebben. Oh. En toen was Dennis weg. Ik ben nou weer benieuwd of hij zo terugkomt. Mijn internet. Ja, mijn internet doet het nog. Hmm. Oh. Ja. Hij is aan het laden. Daar is hij weer. Oké. Okay, ja. De vraag Ik is: heb het ja, Weet jij er ook uitgekikt? Nee, helemaal niet. Ik heb gewoon doorgepodcast. Oh, een podcast. oh dus nou, gelukkig maar. Ja, bij mij begint die, is hij ook echt helemaal opnieuw begonnen met uh, de tijd en alles ook. Oké, okay, maar hij loopt wel door. We hebben dit een keer eerder gehad en toen stopte hij er gewoon mee. Maar hij loopt ja. nu wel door. Oké, okay, dus, nou ja, uh, prima. Dus ja, je had het over Peridot, ja. Ja, die, uh, die Amazon uh, App Store, inderdaad. Of die, die Amazon Store, waar je volgens mij in Peridot dingen kunt kopen en daar dan uh, ook echt dingen voor krijgt. Of andersom, je koopt dingen. Echt, via die Amazon Store en je krijgt ze ook in of zoiets was het. Mm -hmm. Dat Vind ik ja. best wel een leuk idee trouwens, hè? want als het er is, het zijn bepaalde Pokémon Go items die ik mm -hmm. best wel in het echt zou willen hebben. Zoals je Pinietrui bedoel je? Oh, ja, die zou ik misschien wel aandoen ook naar een Pokémon event. <laughs> of ja. een Incubator. Nou, nah, die iets minder. Maar de Carpoot <laughs> die natuurlijk wel ook in het echt via uh, de Pokémon Center te kopen is, dus die is mm. natuurlijk wel heel cool. Ja, een, zeker. Ja, een Gengar eens. backpack of mijn uh, Togetic trui is het, geloof ik. Togetik trui, dat soort dingen. Ja, ja of uh, een Pose. <laughs> een Pose, ja. Ook <laughs> ja, heel leuk. Ja, die is gepatenteerd natuurlijk, of hoe noem je dat? Gelicenseerd. Dus die ja, mag je die mag maar niet doen. gebruiken, tenzij je hem koopt, inderdaad. Ja, ja de, is de, de, die, let, uh, kijk uit wat we zeggen. Hè, we zitten in het verdienmodel waar we bij zitten. <laughs> ja, dan. Gaan ze je volgen en dan zien ze dat je die pose doet. Bijvoorbeeld dat je gewoon loopt, net als die, die looppose, zeg maar. Ja, de walking pose. Meteen ja. met aanklagen. Nee, laten we dat maar niet doen. Maar dat, dat, dat was in ieder geval, ik vond het wel een, um, ja, op zich een, een, ik vond het een op ontwikkeling, laat ik het zo zeggen. Ik ben, moet ja. nog even zien wat er van komt. Ja, uh, ik vind het op zich best wel, best wel een goed idee. Maar ja, nee, ja, ja. dat zeg ik. Ja, het het, is zo... je hoeft, dat is ook weer zo'n dingetje. Dat is weer zoiets wat je niet hoeft te gebruiken. Dus het is ook niet erg als het erin zit. Nee, dat prima. Ja, dat, dat is het uh, inderdaad eigenlijk. Ik ben even aan het kijken, want er was ook nieuws van de week over die uh, webstore. Maar... Oh ja, daar heb ik later zondag. oké okay. nee, Dan uh, komen we daar nog op, uh, op terug. Oké okay. Dan Even kijken hoor. Uh, oh ja, twee extra bonussen voor het uh, Valorous Hero event. Ja, klopt. En wat voor bonussen? Ja, mensen denken nu misschien dat we out of sync lopen. Maar Dennis was aan het oh. nadenken, dat zag ik wel. Um, ja. Ja, ja, uh, uh, ja oeh, dat is trouwens nog wel een dingetje. Daar moet je wel eventjes naar kijken of, of dat wel, wel nog goed loopt. Ja, doordat door, door je weggevallen bent bedoel je? Ja, precies. Ja. Ja, want uh, vorige week was het echt top. Want ik heb uh, bijna heel de podcast geluisterd vorige week en die was echt top. Dus uh, hoe heet, dat is nu wat extra werk, maar dat zien we dan straks wel. Ja. Um, even kijken, de uh, twee Mysterious Components uh, per rocket kunt. Dat vond ik echt een hele goede extra bonus. Zeker weten. En twee gratis reedpassen per dag. Nou ja, dat is op zich ook een uh, goede, uh, hoe heet dat, goede bonus. Ja, ik, ik, niet heb, al... ik, ik gebruik dat gewoon ook vandaag. Zo nou ja, precies. Af en toe gebruik ik het, inderdaad. Ja. Ja. ja, ik heb het absoluut niet het hele evenement doorgebruikt. Ik denk dat het vandaag voor de eerste keer is dat ik een extra reetpasje heb, omdat ik uh, uh, twee tapoufini heb gedaan. Hm. Ja. Nee, dus ja. Ik heb ook uh, dat twee uitnodigingen van je, dus dat zou zo kunnen. <laughs> <laughs> ja. Um. Ja, dus dat vond ik een, een goede een bonus. Verder, ja, we hebben het vorige week natuurlijk al uitgebreid gehad over het event. Dit maakt het event oprecht wel beter, maar het gebrek aan spans Absoluut. maakt het nog steeds geen event. Uh, nee, dat ben je eens in. Nou. Ik ben benieuwd uiteindelijk naar de poll-uitkomst. Ja, ik ook. Ja, we gaan het straks zien. En we hebben ook al ja. een poll voor volgende week, Dat die hadden we ja, ging over vorige week al we toch dat. Ja, precies. Ja, ja, precies. Wel, ik, ik ook nog goed, dacht, we goed, kunnen hoor. ook dingen vragen over de masterbal maar dat moeten we dan maar even zien. Ja, dat, uh, dat komt nog wel. Kleine spoiler voor straks al. Maar uh, onze ja, trouwe luisteraars. Ja, weten op, mensen maar. toch dat, <laughs> dat we het ja. daar wel over gaan hebben? Um, Oké, okay, dat was allemaal het nieuws. Heb je nog een, uh, een pinzer gedaan? Ja, zeker weten. Ik heb uh, één, uh, één pinser gedaan. Dus dat is wel uh, prima. Ik heb uh, genoeg, genoeg, genoeg op, energy, dus uh, het is prima. <laughs> ja, precies. Ik ook, ja. En wat heb jij er gedaan uiteindelijk? Want je wilde er eigenlijk twee doen, dacht ik. Nee, één. Oh, gewoon één. Oh, oké, okay. ik dacht, dacht ja. twee. Oké, oké. Okay. Okay. Ja. Dus uh, eentje zodat ik, uh, heb, net als uh, jij, uh, uiteindelijk 240 dan of zo. Maar in ieder geval minimaal 200 uh, mega-energy had. Ja, ja precies. Daan, dan, even kijken. De betaalde Go Battle de Research gaat we straks wel over hebben. Nou, zeker weten, ja. <laughs> Uh, nieuwe boxen weer, heel de week door. Ja, ik zit nu in de groep die iedere dag nieuwe boksen krijgt. Jij ook toch? Ja, klopt inderdaad, ja. Heb jij uh, ook... Waren er voor jou ook boxen die je hebt gekocht? Nee, nee. Als nee, die ene nee, box inderdaad... Was het 20, 30 incubators? Hoeveel zaten er in? Uh, ja, 30. 30, hè? Ja, precies, ja. dat dacht ik ook. Ja, die, die heb ik niet gezien, anders zou ik hem nog kopen. Um, oh, heb jij hem nee... überhaupt nooit gekocht? Nou, Nee. Ah, uh, oké. Okay. is dus misschien wel eens een foutje. Hè? En uh, uh, ja, ik kijk wel iedere dag naar de boxen. Maar, ja, en ik had die dag ook wel gekeken. Maar... Ik weet ook niet of jij het nog gaat hebben over die, um, uh, die andere box. Die um, Raidbox? Uh, uh, ja, die Raidbox. Ga je het daar volgende nog apart week over hebben? Of? Nou, dat is wel de aanleiding waarom ik over de boxen begin. Dus daar kunnen we het wel hmm. even over hebben. Ja, die van 850 muntjes. Ja, ik zal even. Het is de beste Raidbox um, ooit, dacht ik. Ja, met 15 premium passen en wat andere items. Ja, nou dat is best wel, uh, best wel een goede deal naar mijn mening. Zeker. Nou ja, ik bedoel, ik, ik denk ook dat ze dat, dat goed doen. Uh, en het lokaal raiden ook wel aantrekkelijker maken op deze manier. Zeker. Heb jij hem gekocht? Nee, want ik heb nog steeds 60, 70 groene <laughs> pasjes. Dus, ah, oké. Okay. Okay. Ik heb wel meer dan ooit groene pasjes uitgegeven. En met meer dan ooit, waarschijnlijk vijf in de afgelopen maand. Uh, dus voor het eerst dat ik wel weer groene pasjes gebruikte. Uh, want ja, eerlijk is eerlijk, uh, nu, uh, eerst maakte het niet uit. Nu loop ik er langs, oh, ik gebruik een groene. En vooral in Disneyland eigenlijk ook dan. Maar uh, hmm. ja, nee, ik heb hem niet gekocht. Pas uh, als ik richting de twintig ga of zo, dat ik dan een keer denk... Maar ik denk nu van ja, ik ga niet geld uitgeven voor Niantic, nee, uh, terwijl het niet nodig is. Nee, oké, okay, daar heb je ook wel weer gelijk in. Ja. Nee, ik, uh, uh, ja, ik heb hem wel gekocht, want ik vond het een hele goede deal. En ik heb <laughs> inmiddels even 75 pasjes. Dus <laughs> hmm. dat is wel meer dan genoeg, maar toch. Uh, nee, ja, precies. Daarom. Dus, uh, uh, het zaterdag was dan vervolgens de, el, waren de elite Rates. heb jij dat nog gedaan. Uh, ja, zo waar. Uh, het was super mooi weer, natuurlijk. Dus ja, uh, we hebben even een rondje gelopen rond twee uur dus toen konden we meteen uh, een Reggie Draco mee meepakken. Ah oh ja, nou prima toch? Ja, ja zeker. Ik, uh, ja, het, het is prima. Hè? Het is niet de Pokémon die je per se wil, maar uh, prima. Ja, <laughs> was ik, het toch? Ik, ik, ik heb er geen gedaan. Ik dacht ineens om half drie of zo van, oh ja, ik moet iets doen met. Uh... Met een uh, special research of een timed research. Um... Oh ja, 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 vriendschap. <laughs> ja, dus toen heb ik mijn uh, alt account die ik nooit gebruik verwijderd en nog een keer toegevoegd. En oh, dan valt Dennis er weer uit. Het gaat wel uh, lekker vandaag. Ik uh, heb geen idee ook. Nou ja, volgens mij, bij mij ging het niet net goed. Dus ik praat maar even vol, want Dennis had volgens mij net wel door dat hij eruit was. Ik hoop wel dat het zo meteen met het uh, editen ook uh, goed gaat. Maar uh, oh, de dan komt hij weer aan. En daar is hij. Ja, ja, ja. Hallo, ben ik weer. Hallo. En nu zonder beeld ook. Uh, oh, oké. Okay. Mijn beeld staat wel gewoon aan. Ik Kan hem even aan en uitzetten. Ja. Uit en aan. Nu? Ja, nu staat hij wel okay. aan. Maar goed, uh, ja, uh, pittig raar allemaal. Ja. Maar goed. Um... Dat, uh, oh ja, 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 jij hebt dus je alt-account verwijderd. Ja, dat ja, kan. Er staat trouwens nog een icoontje alsof je gemute bent. Oh, nou, ik ben niet gemute. Je hoort me wel ook. Nee, ik, uh, nou, ik mute hem ook wel weer even. Ja. Zo? Is hij weg? Ja, ja, het icoontje is ook weg. Okay, ja, nou, prima dan. Ja, ik zag prima, je wel uitslaan en ik hoorde je wel. Dus waarschijnlijk deed hij dat Ja, over, maar, uh, maar ja, goed. We, en ook hier, ja, vervelend is dat je nu wel echt goed moet luisteren of we niet uh, uit, out of sync lopen. Ja, maar dat ja, ik kijk het straks, we gaan het zien. Um, maar het grote nieuws van zaterdag, want daar wilde ik eigenlijk naartoe, uh, was uh, het einde van de Silver Road. Ja, zeker weten, ja. Ja. Ja, en, uh, en, en daarbij ook, ik weet niet of dat tegelijkertijd was, uh, Toe Technical, uh, mensen uh, die um, uh, PVP spelen, die kennen hem wellicht. Het is een bekende ja. YouTuber uh, en iemand die hoog is geëindigd bij allerlei toernooien. Uh, die is er ook mee gestopt. Ja. Uh, de Silverrood is natuurlijk groter nieuws, hè, overigens. Uh, la laat ik daar duidelijk over zijn. Maar uh, hij was ook een grote uh, Pokémon Go-speler die ook mee is gekapt. Ja, ja dat is. Uh... Maar goed, ja, de Silverrood stopte mee. Ja. Waarom, Jeffrey? Uh, nou, eigenlijk omdat ze uh, er te weinig geld mee verdienen, omdat het geld kost. Dus... Ja. Ja, want uh, um, Niantic heeft ze één uh, dag, of één dag, één jaar gesponsord. Nieuwe Eén dag. dag, dat kreeg wel eens Niantic hoor. Dat is, uh... <laughs> nou ja, op zich wel inderdaad. <laughs> nou, die heeft ze één jaar gesponsord uh, en daarna um, was, het, uh, 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 was het klaar volgens uh, Niantic. En uh, toen hadden uh, de Silver zoiets van, nou ja, we wilden er eigenlijk al mee stoppen om, vanwege alle kosten. En nu gaan we er ook nee. mee stoppen, want we worden niet meer gesponsord. Ja, er zitten een paar dingen die dan gelijk in mijn uh, hoofd zitten. Allereerst hebben ze niet gewoon een jaar misbruik gemaakt van de Silver Road om de communities te bereiken die er vanuit de Silver Road waren. En uh, daar hebben ze nu genoeg van, dus uh, hoeven ze geen geld meer te betalen. Zo voelt het een beetje. Mm -hmm. Ik weet niet of dat zo is, hè, maar dat is een beetje hoe het voelt. Um, ik denk dat, nou jij onderschat wat het einde van de Silver Road betekent. Uh, want uh, ondanks dat even voor de volledigheid de. Reddit, de subreddit, die blijft bestaan. Het, het onderzoeken blijft ook bestaan, want die uh, gaat verder op de subreddit. Uh, vooral de, het hele PvP-stuk stopt, wat ja, best wel het, groot is. De toernooien inderdaad, die, uh, die zijn ongeveer even groot... of eigenlijk mogelijk zelfs groter dan het toernooi die Niantic zelf uh, organiseert. Ja, in ieder geval vaker en, en ook rondom uh, PvP-events en zo inderdaad. Ja. De community is best wel, uh, best wel groot. Uh, dus, dus dat stopt. En uh, ja, de website stopt. En dat is natuurlijk wel jammer, want de website was wel een fijne plek om, uh, om informatie op te vinden. Ja, precies. Ja, veel, veel research natuurlijk. En dat werd daar allemaal opgeslagen. Uh, en ja, dat kapte dus mee. Ik, uh, ja. Wat ik me ook afvraag is. Um, nou ja, goed, dat zal wel op de Reddit blijven staan. De, uh, de field research uh, tasks. Ja, dat soort dingen komt dan op Reddit te staan. Ja, er zijn nu, precies, Als je ja. nu op de Reddit kijkt, staan bovenaan volgens mij ook... ...de, uh, de, de, de onderzoeksdingetjes uh, en de, de standaarddingetjes... ...die eerst op Silveroad zelf stonden. Dus, uh, ja. ja. Uh, en daarmee dus ook uh, de incheckmogelijkheden voor Community Day... ...en dat soort dingen. Eigenlijk uh, zaken die ja, een beetje ontbreken nog in mijn ogen... ...in, uh, in Pokémon Go. Daar... daar hadden ze echt wel van kunnen leren. Je zo een soort van event stempelboekje. Je hebt wel stickers, maar het is ook niet echt. Ja, ze hadden die, uh, die handshake hadden ze van, van de Silverroad. Ja en dan kreeg je een badge. Ja, in, in hun ja. app. Ja. Klopt. Maar ja. goed, ja, uh, het is echt heel zonde. En um, uh, de Silverroad zegt zelf ook, it's the end of an era, en dat is ook gewoon, gewoon echt waar. Ja. Ja. ja? Dat, dat dat denk ik ook. Silverroad is ooit opgericht als community om te ruilen begreep ik, uh, maar toen zat ruilen natuurlijk heel lang nog niet in Pokémon Go. Uiteindelijk kwam ruilen wel, maar niet op afstand. Mm -hmm. Dus dan was het nog niet echt een, uh, maar ja, het was wel nodig dat ze er waren. En um, ik heb het enige wat ik, en dat heb ik nu niet zo heel lang geleden natuurlijk ook een keer gezegd, ik vond het gek dat Niantic uh, je als community verplichtte om de Silk Road te moeten gebruiken. Uh, want dat voelde voor mij als een, als een beperking. Dus daar zou het misschien nog een, een klein voordeel kunnen zijn. We hebben in mm -hmm. Nederland uiteindelijk, nou ik weet niet hoeveel het er uiteindelijk zijn, maar de lange tijd alleen maar in Veldhoven en Eindhoven een self-community gehad. Best wel gek eigenlijk. We zijn in een, uh, niet zo'n heel groot land, maar Veldhoven is gewoon een, ja. nou, een ja. kleine stad. Uh, moet ik heel erg zeggen. Daar. <laughs> uh, maar allebei rondom Eindhoven. Dus ze zullen elkaar ook wel geholpen hebben, Eindhoven en Veldhoven. Maar ja. Uh, waarom heeft Amsterdam dat niet? Waarom heeft uh, Rotterdam dat niet? Utrecht, Karspol. Ja, ik bedoel, ja. Ik, ik, ik noem zoiets. Ja, precies. Niet. Nee, daarom. <laughs> dus nee, ja, zonder gekheid. Maar de, 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 dat vond ik wel heel opmerkelijk. Dat die steden, de grote steden van Nederland. Naast Eindhoven, wat wel een grote stad is. Dat mm -hmm. niet hadden. Ja, dus, dus ja, daar is misschien dat daar dan nu mogelijkheden komen. Ik heb Michael ook om een uh, reactie gevraagd. Die wilde die wel geven. Uh, maar die krijgen we nog. Uh, hoe heet het? Uh, uh, want uh, uh, ik begreep dat, uh, dat er uh, voor alle communities ook nog uh, gesp uh, gep zo, gesprekken gepland stonden met, uh, met Niantic. Dus, uh, dus daar wilde hij volgens okay. mij ook even op wachten. Dus uh, dat, uh, dat had Niantic tenminste zelf aangekondigd. Dus ik verwacht dat dat het is. Ja, nou ja, goed. Ik, ik ben heel benieuwd hoe het zich nu ontvouwt. Um, wat ik wel een beetje eng vind eigenlijk, is dat ook dit weer um, een, een... ja. Hoe noem je het? Een teken is dat Pokémon Go mogelijk gewoon kapot gemaakt wordt, langzaamaan aan. En daardoor. Uh, uh, ja, dus zodat Niantic de, de app kan gaan stoppen. Ja, dat weet ik niet. Nee, ja, goed. Ik, ja. Het ik, is ik wel even een iets beetje groots weer wat, uh, wat kapot is gemaakt nu. Ja, maar met het verschil dat ze een jaar geleden eigenlijk al zouden stoppen. En toen waren al deze dingen er niet aan de hand. Dat, dat stelt mij enigszins gerust. Hmm. Uh, want ze wilden al stoppen als ze niet had gesponsord. En wat me daarnaast uh, uh, eigenlijk in 7, in, 8 in, jaar, 2016, 7 jaar uh, Pokémon Go altijd heeft verbaasd, is hoe een Silver Road eigenlijk kon bestaan zonder uh, reclameinkomsten. Hè? Er wordt wel eens gezeurd op reclames op MWTV. Maar zonder reclame-inkomsten <laughs> ja. kunnen wij niet bestaan. Uh, nee. ik, ik vind alles leuk om te doen, hè. ik heb er graag hobby's bij. Uh, maar het uh, ja, is gewoon een fulltime job. En uh, dan moet daar dus ook geld aan verbonden zijn. Los van het ja. feit dat serverkosten en zo ook betaald moeten worden. Dus, uh, ja, nou ja, precies dat inderdaad. En dat was van de Silverhood natuurlijk vooral het ding: uh, dat ze gewoon behoorlijk wat kosten hebben. Ja, en, en die hebben geen of, of nagenoeg geen reclame op de website, uh, waardoor zij al. Uh, ja, uh, uh, verliesleden, denk ik. En uh, Pokémoners hebben bijvoorbeeld een soort van donatiesysteem, een beetje wat mm. wij met Petje af hebben, natuurlijk. Ja. Uh, vergelijkbaar volgens mij. Je kon of kunt Pins kopen en zo. Dus die losten dat op die manier op. Maar de Silver Road wilde ook altijd al uh, heel graag, uh, ja, onafhankelijk volgens mij zijn. En op een begreep ik al dat dat daardoor ook veel vraagtekens waren bij de sp uh, sponsoring van, uh, van de Silver Road door Niantic. Dat is misschien natuurlijk ook wel zo. Uh, ja, het is ook wel een beetje. Uh, wij hebben op uh, MWTV ook zelden reclame draaien, maar dat betekent niet dat ik mijnzelfde review laat beïnvloeden door Nintendo. Nee, precies, dus... maar goed. Ja. Nee, maar ja, uh, uh, dat dus, inderdaad. Dus het, het is al verbazingwekkend dat ze het op die manier hebben kunnen doen. Uh, het is dus ook niet heel verbazend dat het nu stopt. Nee, maar het is precies. wel nu al. Ja, nou, ik bedoel, natuurlijk, hè, ze, ze, zijn nog niet, ja, ze zijn nu al gestopt, maar. Je mist ze nog niet echt, maar het is al wel een uh, gemis. Ja, nou ja, dat inderdaad. Want je moet en, wel uh, gaan leren de, hier nu uh, het spel door te blijven spelen, ja of niet natuurlijk. Uh, zonder dat zij uh, daar deel van uitmaken. Ja, dus het is echt ja. al, wel een groot ding. Nou, als de Reddit zou wegvallen, dan zou het uh, uh, nog veel meer betekenen, denk ik. Ja. ja, daar ben ik het mee eens, inderdaad. Ik gebruik ook ik eigenlijk ben... alleen de Reddit, maar goed. Ja, ik dat keek de, nog wel dat, dat de Het mooie website... ermee stoppen is ook echt wel groot hoor. Kijk, er zijn natuurlijk heel weinig PvP'ers, maar toch. Ja, maar het is toch weer een, een, een doelgroep die. Uh... En Steven vertelde van de week ook dat, uh, was het Steven, volgens mij wel dat de, um, hoe heet dat? De, 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 de lijst met de beste spelers, ik kom even niet op de goede naam. Je weet wel wat ik bedoel, toch? Gewoon de leaderboard. Uh, leaderboard. Ja, ja. <laughs> Precies, dat die uh, uh, lager dan ooit staat. Dus dat betekent ook dat ja. er waarschijnlijk minder dan ooit PvP-spelers uh, spelen. Is ook zo. Uh, en daardoor is het ook weer moeilijker. Ik kan net zeggen, dat jij er zoveel moeite mee hebt dit seizoen, heeft natuurlijk meer redenen dan alleen maar dat het niet goed gaat. Mm -hmm. uh, dan zullen ook, uh, de, de, de inflatie, zoals hij dat ooit noemde, die zal ook lager zijn. Uh, en daardoor het moeilijker zijn om verder te komen. Dus ja. Ja, nou precies dat dus. Ja, ja dus ik... uh, het, is, um, het, het, het is zonde. Ja, ik ben, ik ben benieuwd waar, uh, waar we naartoe gaan uiteindelijk. Maar ja. Uh, ja, door ja. um, genoeg over de Silver Road? Ja, dat denk ik wel, toch? Ja, wat mij betreft wel. Dan gaan <laughs> we naar... Uh, Zonder het Go Battle Day, maar willen we dat nu bespreken? Of willen we dat even... Laten we dat uh, straks doen. Ja, hè? Ja. Okay, dan... Was er zondag... Maar er was meer nieuws zondag. Uh, twee andere nieuwtjes nog die ik uh, hier heb staan. Um, de Wayfarer Spain Challenge. Terwijl de Spanje Challenge voor, uh, voor Wayfarer. Heb je iets van meegekregen? Uh, ik heb je post gezien inderdaad. Ja. Het komt erop neer. Mensen die uh, vanaf level 37 kun je Wayfarer uh, reviews doen. Moet je wel Um, uh, het examen uh, goed afleggen. Uh, er komt een nieuwe Global Reviewer Challenge, zoals ze dat noemen. En daarin uh, is het eigenlijk de bedoeling dat je zoveel mogelijk um, reviewt. En er zijn uh, voor het eerst twee soorten beloningen. En ik noem even alleen de Pokémon Go en WVR-beloningen op. Namelijk, er waren altijd al um, de beloningen die je krijgt voor uh, als je mee hebt gekeurd. Alleen. In het verleden was één keuren voldoende om de bonus te krijgen. Je moet er nu minimaal 50 hebben gekeurd. Zo dat hebben ze aangepast. Ja, dat is <laughs> ook wel in één keer. Dat geldt niet voor dat ze goed of afgekeurd moeten zijn. Um, je moet minimaal 1 goed of afgekeurd hebben en 50 mee beoordeeld hebben. Dus, oké, okay, nou dat is. Uh, ik, ik, ga, ik ga er dus niet aan meedoen, begrijp ik. Nee, ik, dit keer ook niet. En, uh, want dit schrikt mij dan weer heel erg af. 10 was nog oké, okay, <laughs> maar 50 vind ik gelijk. Want ik ja. ben me te herinneren de vorige keer dat het ook best wel. Want toen was het rust. Nee, rust, dat zal niet de laatste keer zijn geweest. Maar er was best wel veel um, andere dingen die je ook nog kreeg. Naast de daadwerkelijke. Daar hebben ze dat wel aangepast, zeggen ze. Maar mm. toch, ik vond dat uh, wel schrikken. Ja, eens. Um, Even kijken, de bonussen zijn dan: worden er in totaal minimaal 6000 gekut. Krijg je 50 Pokeballs, een Starpiece, een Incense en een Poffin? Bij 8000 krijg je 50 Great Balls, 2 Starpieces, 2 Poffin en een Incubator. En bij 10.000 krijg je 50 Ultra Balls, 3, 3, 3 en een Super Incubator. Dus uh, ja, dat is een beetje de, 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 de beloning. En dan heb je ook nog een persoonlijke beloning die je kunt verdienen. Um, als je er 100 hebt gekeurd, dan krijg je een Dan Komen één wafer. ze naar je huis toe? <laughs> krijg je één wafer in, uh, upgrade en één incubator bij 200 zijn dat 3 upgrades en één super incubator. En bij 500 zijn dat vij vijf upgrades en twee super incubators. Hm. Ja, 500 keuren voor twee super incubators, ik heb ze wel makkelijk verdiend, <laughs> zeg maar. Nou inderdaad. Ja. ja. Dus uh, ja. Nee, maar klopt, goed. Inderdaad. Um, wil je uh, echt free-to-play spelen? Dan is dit misschien een manier. Mm -hmm. uh, en dan is er... Ik de, ga het niet uh, doen. Nee, ik ook niet. <laughs> de Pokémon Go Webstore is in Nederland gelanceerd. Dat betekent dus de store waar we het eerder over hebben gehad. Waar je muntjes kunt kopen. Is nu ook voor Nederlandse spelers te bezoeken. Uh, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat naar die website toe. Je logt in met je Pokémon account. Je koopt muntjes. En je krijgt ze. En dan krijg je geloof ik... Um, ook nog bij 12.000 muntjes of zo krijg je de. Ik heb het hier staan. Oh, sorry, bij 14.500 krijg je de 1000 extra. Dus op zich is dat een best wel oké okay aanbieding. Maar er zit geen verschil tussen de kosten in de iOS of Android Store en deze winkel. Dus ik vind het eigenlijk al minder. Mm -hmm. uh, en ik verdient er echt veel meer op. Uh, want ik geloof dat ze 30% moeten afstaan in de App Store. En hier 0%. Dus jij hm. dan, zijn die, 10, of die 1000 extra coins zijn eigenlijk niks? Nee, nee, mee eens inderdaad. Ja, dat is uh, <laughs> ja. Ja, dat is wel, wel jammer dat het niet helemaal uh, um, interessant is, eigenlijk. Uiteindelijk. Nee, ik, ik heb dan zoiets van, kijk, als ze het nou interessant maken door te zeggen van die van uh, 14.000, uh, 14.500 kost normaal 120 euro en kost nu 100 euro. Ja, dan 20 is... euro korting is best oké. Okay. Ja, dan loont het aan beide kanten. Maar nu denk ik van, waarom zou ik jullie nog rijker maken? Terwijl, ja. uh, volgens mij is het, <laughs> het idee dat we dat nu juist iets minder doen. En ja, ik word er ook iets beter van, maar niet echt. Nee, ja, dat inderdaad. Dus... Uh... Nee, ik zou het uh, niet doen. Maar ja, goed. Okay, nee, hij maar goed, weet je wat het is? Uh, ik heb inmiddels alweer een hele tijd geen coins meer gekocht. Zelfs niet toen het duurder werd, daarvoor nog, heb ik ook gewoon geen coins gekocht. En uh, weet je, ik ga het nog steeds nee, verloud doen. Nee joh, hoeveel <laughs> heb je nog aan coins? Nog heel veel. En ik, ik geef ook gewoon bijna niks uit. Hè? Dus dat is het hele ding. Even kijken, ik heb uh, um, nog 20.000 coins. Oh joh, dat is ja. uh, nog heel veel inderdaad, ja. daarom. Ik heb er nog iets van 12.000, maar um, sinds dat we geen remote rate passen meer hebben, heb ik, uh, geen... heb ik één keer remote rate passen gekocht, omdat uh, <laughs> ik die natuurlijk nodig had, maar verder geen coins uitgegeven. Nee. Ja, ik heb wel coins uitgegeven, want ik heb uh, en die, die go rate box gekocht van, met, uh, van 850 coins, en ik heb natuurlijk ja, die incubator House box, box voor 30, uh, uh, met 30 incubators erin gekocht. Mm. Maar dat ja, is dus het dat's... dan ook. Ik heb alleen echt Precies. de goede deals gepakt. Ja. Nee, dat snap ik wel. Hm. Um, toen was het maandag. En maandag begon met een teaser voor de Masterbal. Nou, daar uh, hebben we het dan zo nog wel even over. Want dan mm -hmm. weten we natuurlijk ondertussen allemaal... Dat het gaat van nog hoe verder, het... inderdaad. Ja. Uh, en er waren ook aankondigingen voor Community Day Data en Event Data. Die pak ik er even bij. Community Day Data. Um, 10 juni. Um, 30 juli. Dat is onze vakantie. En 13 augustus. Zijn community days. En op 9 juli is een community day Classic. Was die al gelekt, ja. trouwens? De uh, niet dat classic? ik weet. Eigenlijk de, 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 de Classic nog niet. Ik bedoel, we weten Pollywerk. we weten. Fennekin natuurlijk. En. Uh, Fennekin is inmiddels ook aangekondigd, maar goed. Uh, en. En. Uh, Froakie. Maar dat is ook ja. weer een hele logische. Ja. ja Alleen de Classic is nog niet uh, bevestigd. Oké, okay, ik zal eens even kijken of ik. Uh... Nog iets van kan vinden. Maar. Hmm. Um, dus dat voor de uh, community days. En voor de gewone events: 3 juni. Dat is al heel snel natuurlijk. Uh, 22 juli en 26 en 27 augustus. En dan wisten we 26 en 27 augustus natuurlijk al wel. Uh, maar. Uh, ja. De rest nog niet. Nee. Oké. Okay. Ik uh, ben benieuwd weer. Ook naar. Ja, of er ook nog weer even wat goede evenementen komen. Want ja, we, we hebben nu ook een event met bonussen waar ik echt wel over te spreken ben. Maar ja, het is weer yes. niet echt een evenement. Dus ik snap het, dit was de laatste van de heroes, uh, van de teamleaders. Want ja, het is de laatste teamleader, maar toch. Ja. Nee, ja, precies. Even kijken hoor, ik heb hier die geruchten. Oh, hier werd gezegd 10 juli Classic Community Day met Squirtle. En hmm. voor mij is dat... Oh ja, Eigenlijk... dat is waar, daar hebben we het over gehad. Ja, en het wordt 9 juli. Dus dat weekend klopte dan in ieder geval. Want dit soort dingen veranderen nog wel eens. Hè? Vorige keer kon het ook ja. één dag schelen. Uh, mm -hmm. maar, uh, en hier stond ook 11 me mega Pinser. En begin juli zou SandyCast komen. Dus. Oh ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, en dan inderdaad nog Pollywag, Froggy. En alleen de Juni Community Day wordt niet genoemd. Mm. Maar daarvan denken wij dat het uh, uh, Exu is, toch? Ja. ja 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 oh ja want die, die, die was ook al gelekt ja maar die lek die klopte eerste. niet ja maar die lek nee, le nee okay, zat... maar dat is ja je had één lek die klopte toen helemaal toen was er eentje daar klopte niks van en daar zat Exu in en uh, nu was deze en ah, hier okay, klopten de eerste okay. dingen wel van hmm. ja oké okay. logisch alleen goed Exu is wel een hele logische dus ik snap ook en dat hij bij bij nepgeruchten zit ja, die, ik bedoel, als je iets had uh, moeten gokken, dit hadden we zelf kunnen bedenken, zeg maar. Mm -hmm. um, dan, uh, nieuwe Pokémon Go-versie, die is onderweg. Uh, daarin uh, zit ook de Masterball nog een keer en heel veel andere dingen. En ook alle. Ja. Uh, ja. ja. ja gaan we verder? Paldea Pokémon, wil ik zeggen. Paldia Pokémon. Okay. Ja, weet je wat ik me afvraag? Of ze nou, nou. eindelijk met de nieuwe versie de Rocket. Uh, battles die je op afstand kan zien, zeg maar. Of ze dat hebben gefixt of niet. Het zou fijn zijn, hè? Ja, het is zo idioot. Dit uh, seizoen hebben ze gezegd: Kijk, je hebt meer Rocket Battles. Ja, duidelijk, er zijn ook meer Rocket Battles. Maar je kunt ze niet op afstand bekijken, dit gehele seizoen al. Nee, verschrikkelijk. Ja, dat. Nogal ja. En toen uh, had ik de hoop, zeg maar. Toen kwam er een nieuwe update. Ergens aan het begin van het seizoen dacht ik: Mooi, kunnen ze dat meteen fixen? Nope, niet gefixt. Nee, het is... Uh, ja, en ik vind ik. dat echt, echt een nare glitch. Want uh, ik snap het, je hebt er ergens ook weer geen last van. Maar ik doe heel graag Rocket Battles. En ik moet nu elke keer al die stops op mijn huis heen aantikken... om te kijken of er een, een battle op zit of niet. Ja, nee, ja uh, inderdaad. Uh, ja, meer dan vervelend. Dus uh, hoe heet het? Uh, nee, ik ben het ermee eens hoor. Ik hoop dat, uh, dat, dat ze dat oplossen. Mhm. Mm Even kijken, um, Vragen we dan door het nieuws heen, boven de Masterbal, ja, de Masterbal. Okay. Ja, de Masterbal, hij komt er eindelijk echt aan. Uh, ja, hij zit nog sinds okay. het begin in de code, dus dat is dan wel... Uh, hoe Klopt, dit, uh, inderdaad, ja, en uh, ik heeft natuurlijk de podcast geregeld, geluisterd, en dacht, oh ja, wacht, die moeten we inderdaad nog even erin gooien, je? voor Jeffrey ja. specifiek. Zeker, ehm... Um, maar ik heb altijd gezegd: Maak ik ding te de koop voor 1000 coins. En ik koop hem wel. Hij nee. is in ieder geval nu gratis. Ja, maar ze hebben al wel gezegd. Dat je kunt uitkijken naar uh, andere manieren. Om hem in de toekomst ook nog een keer te krijgen. Ja, of dat Niantic is voor. Binnenkort kun je ook al je er eraan uitgeven. Dat weet ik niet. Weet je, ik denk dat die kans best aanwezig is. Ja, maar dat. Ik denk dat ze ook zoiets hebben van. Oké, okay, die Community Day Box. Die ik verkoop niet zo goed meer met die Elite-TM's. Die we veel te duur nee. kopen. Uh, ja. Als we daar nou eens een keertje een Masterball ingooien. Hmm. Ik denk dat, ja. dat het zoiets wordt. Ja, het kan ook zo zijn dat die gewoon echt los in de store komt hoor. Maar ik, ik denk zelf dat ze hem gewoon in boxen gaan stoppen. Ja, precies. Dat <clears throat> ze hem nog in duurder een maken. box met, uh, met 10 TM's en een Masterball. Ja, heel logisch. Want dan kun je Arceus die alle types kan zijn uh, goed... Uh... Termen, ja. Ja. <laughs> ja. ja, want um, wat, ga jij, wat ga jij doen met jouw Masterball? Ja, ja, dat wilde ik jou net vragen. Ik ah. weet het eigenlijk niet. Ik, ik, normaal gesproken, kijk, als die wat vrijer verkrijgbaar zou zijn, zou ik zeggen: want, Nou ja, als ik dan een keer een Kalarian Bird tegenkom, waarvan ik vandaag los dat iemand ze drie, vier keer per week tegenkomt, dat, eh? Ik weet niet ook het DLCS die heeft, maar de andere, dan de. Mijne, ja, dat denk is weer zo'n uh, gesponsorde. is <laughs> ja. dat is een, ja, een goede account. Ja, en maar uh, die, uh, uh, dan zou ik uh, hem daarop gebruiken. Maar hm. ja, stel dat ik hem nu daarop gebruik en ik kom een dag later een 100% Mewtwo tegen. Nou, ja. Maar daar heb je altijd meer kans op om hem te vangen, in ieder geval. Nee, zeker. Maar de, uh, de kans om hem tegen te komen is daarop weer veel kleiner. Uh, ik, ik heb nog nooit een 100% Mewtwo gezien. Ik heb wel drie Galarian Birds gezien. Ja, oké, okay, dat klopt wel. maar Um, een Galarian Bird, die kan je, daar heb je een minimale kans om hem te vangen. Die Mewtwo, ook al is die 100%, hè, als je Golden Rest erop doet en goed gooit, dan heb je een grote kans om hem te vangen. Dat weet je trouwens helemaal niet. Nee, ik heb die vangkans verhuld. Dus uh, misschien is die <laughs> ja, ook wel <als> ook klein. <laughs> dat is waar. Ja, er is trouwens ook een heel naargerucht gaande. Hè? Nou. Nou, dat ze de, uh, de Guaranteed Catch van Shiny Legendaries weghalen en dat je daar je masterbal op kunt gaan gebruiken. Ja, als ik een, de, 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 de thee krijg. Ja, ik hou ook van thee. Vooral borstvruchten uh, ja. en zo, fruit. Maar, ehm. Nou, gewone meloen. Ja, nou, een meloen. Oh, ja. Okay. ja, het is meloen. Het is niet per se watermeloen. Het is gewoon meloentengel. Ah, okay. Maar hoe dan ook. Maar... Um, dat is dus een gerucht. Of, nou ja, gerucht. Mensen denken dat dat mogelijk gaande is. Dat Nijantic nou ja, zoiets heeft van: oké. Okay, we kunnen er wel voor zorgen dat die Masterball ook echt nodig is. door de hm. uh, gegarandeerde catch. Uh, van, uh, van Shiny Legendaries weg te halen. En ze hebben natuurlijk de catch rate weggehaald. of verwijderd uit de data, zodat je het niet kan zien. Ja. Dus en er ja. is nooit gecommuniceerd dat je altijd gegarandeerd. de Shiny's kunt vangen. Dus misschien dat Klopt. ze dat nu ineens wel uh, doen. Ja, heel langzaam aan dat ze dat er gewoon even uithalen. Stiekem. Ja, ja dus dat. Ja. Um, het zou heel naar zijn als het zo is. Uh, Ergens heb ik nog steeds de hoop dat het niet zo is, omdat je natuurlijk. Uh, uh, je hebt wel een masterbal, maar die komt als het goed is gewoon bij je normale ballen terecht en niet bij, uh, bij de Premierball erbij. Nee, vooralsnog niet. Maar ze hebben wel gevonden dat het ook eventueel zou kunnen. Hè? Dat ze nou. bepaalde ballen wel over kunnen dragen. Dus, uh, maar hmm. even, want waar zou ik hem aan uitgeven? Ja, ik denk op dit moment <laughs> inderdaad wel alsnog aan de Galarian Bird. Uh, ja. Want dan heb ik hem in ieder geval maar. Maar misschien welke dat ik van ook niet. Nou, dan sowieso een Articuno. Maar ik, ik zou. Misschien zou ik ook nog even wachten. Uh, om te zien. Stel dat het maar één keer per jaar een Masterball krijgt. Ga ja. krijg ik hem dan daaraan uitgeven? Of, of wacht ik toch nog even op misschien een betere, leukere, toffere Pokémon? Ja, ja snap ik inderdaad. ja. Dus daar. Da ja. ja, ik wil iets meer info voordat ik hem uitgeef. Het de, de FOMO. Uh, ja, echt. Ja. <laughs> En, en je kunt hem nu ook nog. Dat is het bijzondere, als je niet voor 1 juni die uh, field of die uh, special research afrondt, dan krijg je hem dus niet. Nee, want is het een uh, special research die uh, ook weer vastzit aan andere special research of is het een op zichzelf staande? Nee, nee, hij is al bezig. Dat is diegene die al uh, anderhalve maand niks staat te doen, die heet Let's go. Over oh, Dory. Dus die moet ik, daar moet ik wel mee verder. dus. Ja, die moet je zorgen dat je bent op het punt dat je niet meer verder kunt. Dat de Even professor kijken, zegt hoor. dat hij andere dingen aan het doen is. Let's go, oh ja, let's go. ja. Ik ben op stap 1. Oh ja, nee, daar zou ik dan nu aan beginnen. Want uh, <laughs> je, moet, uh, je moet wel bij stap 4 of 5 zijn geloof ik. Even kijken hoor. Dat kan ik ook zien natuurlijk. Er um... staat, staat, staat stap 1 van de 6, maar dat klopt ah, mogelijk. Ja. ja, nee, dat zou ik kunnen. Ik ben, ik ben bij... bij... Uh, stap 4 van de 6. Dus, uh, Oké, okay. ja, nou ik, uh, ben, ik heb nu stap 1 afgerond. <laughs> nou, heel goed. Ik zou vooral snel ook ja, je hebt tot, met twee, of tot 22 mei voordat die überhaupt begint. En dan ja. dus nog tot 1 juni, 10 uur s ochtends, om hem af te ronden. Maar ja, je moet hem dan dus wel afronden. Ja, ik uh, ga wel mijn best doen. Maar ik ga ervan uit dat het me gaat lukken. <laughs> <laughs> ja, Nou, ik ben ook wel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want het is geen special research die timed is. Dus misschien dat ze dan de beloning veranderen of zo. Ja, dat je er gewoon een Pokébal krijgt. Eén. Ja. Eén Pokébal. <laughs> ja, zoiets. Nee, dus, dus, ja. dus dat. En ja, dus wat ik net zei, wanneer je hem daarna krijgt, weet ik niet. Hoe, waar, waar zou jij hem aan uitgeven dan? Uh, nou, op dit, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde als jij. Ik zou eerst uh, afwachten een tijdje, want ik wil hem ook niet zomaar uitgeven, want je weet maar nooit, uh, helemaal niet als bijvoorbeeld uh, alsnog die Shiny Legendaries uh, toch opeens moeilijk te laten vangen zijn of... Weet ik veel. Misschien dat ze het alleen met shiny Arceus doen of zo. Ja, dan ja. wil je toch die Master wel daarvoor bewaren. Ja. Um, maar anders zou ik een Galarian Bird doen. Maar die moet dan wel onder de 500 CP zijn. Oké. Okay. Dus als ik een Galarian Bird tegenkom die onder de 500 CP is, heb ik zoiets van: oké. Okay, daar ga ik hem op gebruiken. En dan maakt het me niet eens uit welke van de drie het is. Als hij onder de 500 CP is, dan uh, ja, dat ja, precies. Maar um, ook dat, hè, het, het betekent dus niet dat als ik de Masterball heb en ik alleen een beurt tegenkom, dat ik hem meteen gebruik, want ik heb dan nog steeds iets van ja, die FOMO, inderdaad. Straks dan gebruik ik hem en heb ik hem op een ander moment harder nodig. Ja, ja, um, ja, nou ja, dat ja, precies. En en dan is de vraag van... Stel dat ik nou die Galarian Bird vang. En het maakt even niet uit welke. En hij blijkt echt 3-2-6 uh, te zijn of zo. Ja. Ja, ja dat inderdaad. Ja, dat is uh, niet zo fijn dat je daar dan je masterball op hebt gebruikt. Nee, precies. Dus, dus uh, ja... Kun je, met, uh, kun je op Android nu zien wat zijn IV's zijn? Vermoedelijk mogelijk uh, IV's? Um, ja, even kijken hoor. Er was wel iets met kalkie, zeg maar, dat je... Ik kan het nu even uittesten. Ik heb kalkie gestart. Dan klik ik op een Pokémon. Dan klik ik op IV. Ja. Van deze Spiro die hier zit, zie ik dat die tussen de 7 en 98 procent kan zijn. Oké, okay, ja, nee. Is dat, dat is, behulpzaam? Uh... <laughs> ja, je weet dat die niet 100 is. Dat is uh, de ja, e ja, dat is e waar. E ja, e ja, e hij is ja. niet helemaal 100. <laughs> nee. Nee, okay. nee dat, dat klopt inderdaad. Oké, okay. um, even kijken, want nou ja. wat is hij uiteindelijk? Uiteindelijk is hij, um, uh, deze Spiro is uiteindelijk 82%, dus ja. ja hij zat ze uh, <laughs> <hij is dat> <tuss> zeker tussen de 7 en 98%, <laughs> ja, true. Nee, dat klopt, oké. Okay. <laughs> nou ja, goed. Um, wel goed dat ze hem erin brengen, uh, ja, Dat je hem in ieder geval één keer gratis kan krijgen, dat vind ik wel goed. Precies, en dan gaan we wel zien wat het verder brengt. En ik denk dat het, uh, wij er uiteindelijk voor profiteren dat die uh, niet uh, extra. Uh, of dat we er even mee wachten. Ik denk dat dat in ons voordeel is. Ja. Ja, precies. Ja? Ik denk het ook. Nou, dan zijn we door het nieuws heen. Dus uh, nou, in een goede 44 minuten. Uh, of ja, iets minder zelfs. Dus, uh, ja, bij mij een half uur. Maar, uh... ja, ja, precies. <laughs> uh, en dan gaan we naar muziekje uh, toe. Ja, um, ik ben benieuwd. Um, want ik, ik weet al welk muziekje je hebt gekozen, maar ik weet niet hoe het muziekje gaat. Als in, ik weet de titel ervan. Ja, precies. Maar kijk. Ik, uh, ik, ik, ja, ik hoop dat hij inderdaad ook niet te hard staat. <laughs> nee, kijk, ik heb hem al wel op de held gezet. Zie je ja, dat? Dus, ja, um, precies. Of ja. het nodig zijn, kan hij nog iets harder. Maar dan. Uh, ik uh, ga hem afspelen. Komt hij? Ik me niet herinneren dat het zo. hyper? Uh, uh, he heftig was. Ja. <laughs> nou, is het de Game Boy Advance versie? Oh, jee, oh, ik hoop mooi het ook. Je ja. Dat het mooi. Hé, oh. hey, hij heeft niet uit, hè? Nee, hey, <laughs> ik wilde hem nog iets zetten. <laughs> ja, oké, okay, dit is perfect. Je hebt gelijk. Ja. Um, nou, we hebben het hier even over gehad van tevoren, want tens was dus laat. Hadden ook nog geen muziekje uitgezocht. Dus we zijn samen even snel gaan zoeken naar een muziekje. En uiteindelijk, uh, ja, zelfs met een dubbele betekenis, deze natuurlijk. Uh, want het is. Uh, de self Company muziek van Fire Red en Leaf Green. En dan zullen mm -hmm. de Pokémon Go spelers vooral de link met Silver Road toch zien een soort van. Omdat er zit. ook bij Ja, dezelfde naam. <laughs> Precies. Uh, maar de eigenlijke link die wij uh, hebben, zal bij de klassieke spelers misschien wel meer uh, bekend zijn, dat, is, dat zijn namelijk de uitvinders van de Master Ball. Ja, klopt helemaal inderdaad. Ja, ik, ik, ik vond hem ook mooi gevonden van je. Ja? Ja, nou, uh, en, fijn. En ik, had, ik had zelfs die, uh, die link met de Silver Road op dat moment nog niet eens gelegd. Nee, die had ik pas uh, toen ik hem net opnieuw opstart. dacht <laughs> dat ik dat ineens. Ja. Yeah. Vooral dit stukje is echt mooi. Ja, het is vind mooi, Vind he? ook niet? Ja, ja. Het is heerlijk. <laughs> ja. Nee, dit gaat een... niet aan in de auto, zeg maar. Het nou, helemaal op... zeker niet. aan niet maar hij, hij is gelukkig ook helemaal niet repetitief en zo. Nee, um, helemaal niet. Hij is uh, ja, best wel hyperactief. Ik vind het... Dat hij best een leuke opbouw heeft. Omdat hij begint best wel traag. En dan wordt hij steeds sneller en sneller en sneller. Dat vind ik leuk. Ja. Maar. Ja, ik, het is inderdaad ook zeker geen muziekje die ik aan ga zetten. Het, het lijkt een beetje op een battle muziekje. Dat is het niet. Nee. Uh, dus ja, ik ben ook best wel tevreden dat dit geen battle muziekje is. Want ik vind battle muziekjes meestal leuk. En dan krijg je dit, zeg maar. Dus <laughs> ja. dat scheelt. Ja. ja. Nee, ja, maar... Uitvinders van de masterball, dat is, dat is de link voor deze week. Ik had, uh, maar het ja, lijkt dus niet echt gratis mogelijk in ieder geval... ...maar ik had geprobeerd om AI-muziekje een te laten maken... ...een soort van Zelda-Pokémon-muziekje. Maar dat lukte nog niet uh, helemaal. Nee. Mochten we ooit zover zijn dat het gratis mogelijk is... ...of een luisteraar uh, wel een uh, AI-tool oh. hebben die gratis uh, muziek maakt... ...dan uh, horen wij dat uh, ook graag. Ja, overigens, um, waar liggen dan de muziekrechten op dat moment... Ja, ik had dan, want ik had jou dat dan niet verteld, en dan had ik gezegd: de muziekrechten kom ik op terug. Ah. En is dan bij mezelf gelegd, eh, want ja. ik ben de bedenker. En eh, waarschijnlijk gewoon iedereen genoemd die er misschien ook bij betrokken zou zijn. Ja, precies, precies, ja. ja ik heb ook een ik, Pokémon Company, de maker ja. van de app. Ja, ja. oké. Okay, nou, laten we hem uitzetten voordat dat ene stukje weer komt. Zo, dat is uh, <laughs> rust. Dat ga Ik ook met het delen ja. van het beeldscherm. Uh, Zet ik jou ook weer op mijn grote scherm? Want uh, ja, ja, we gaan uh, naar jou luisteren, Dennis. Het is uh, tijd voor uh, Dennis' uh, zwoele verhaal, uh, Voor Dennis' uh, Pokémon-verhalen. Ja, wat uh, doe je nou? Nou, niet die, uh, die, die extra rubriek kan je nu nog niet uh, het aankondigen, hè? Nee, we zijn pas bij aflevering 28, dus hè? Voor het volgende al... seizoen pas. Ja, precies. Ja. Het okay. feitje. Ja. ja, het feitje. Dat wordt het. Welke Pokémon denk je dat er vandaag aan de beurt is? Ja, we waren bij Pinser. Ja. Uh, en die zitten tussen ik... allemaal Pokémon zonder evolutie. Ja, dat, dat vermoeden had ik. Dus ik was al een beetje aan het denken van: wat zou er nu dan komen? We hebben er al flink uh. wat gehad ook. Ja. Uh, want we hadden Snorlax al wel. Nee, die hebben we nog niet. Is het Snorlax? Komt nog. Nee, nee het nee. is wel een Normal Type. Oké. Chansey hadden we ook al. Of ook nog niet. Die hebben we volgens mij ook nog niet gehad. Maar ze het dus ook niet. Nee. <laughs> nee, want anders was het niet misschien. Oké, okay. ik ga hem nog een, nog een hint geven. Het is een regional. Ja. Is het Tauros? Ja. Je ja. had nu nog naar Farfetch'd kunnen gaan natuurlijk. Maar uh, yeah. ja, het is Tauros. Is het ja. de boel Pokémon? Bijna. Hij heeft er nog net iets voor staan. Het is niet zomaar een boel. De angry boel? Bijna. Het is de wild boel Pokémon. Ah, oké. Okay. <laughs> ja. Hij is zo wild. Ja, hij zou zo wild, hij heeft drie staarten. Ja, nee, het is uh, mooi Ja, Ja, Tauros dus. Uh, Voor mij een van de Pokémon die ik heel snel zou vergeten. Nou ja, ik was er ook niet per se aan aan het denken. De enige, uh, ik ga natuurlijk naar Amerika over een week of drie. Uh, Dag ga mm -hmm. ik hem uh, ook in zijn natuurlijke habitat vangen. <laughs> ja, misschien nog wel een uh, zieke groene. Nou, ik dacht dat ik die had, die heb ik nog niet. Dus het zou oh. best wel goed uitkomen. Ja, ja zeker. Ja, nou, ik uh, hoop het voor je dan. Ja, ik ook. Maar goed, laten we eerst eens, uh, het eens eventjes hebben over uh, Tauros. Hey, um, ja. Tauros is de, dus de Wild Bull Pokémon. Uh, gaat natuurlijk ook voornamelijk omdat hij zo wild is. Uh, het gaat in zijn eerste Pokédex entry erom dat wanneer hij een, uh, een, een vijand ziet, dan rent hij daar uh, uh, furieus op af. Terwijl hij uh, zichzelf slaat als een soort van zweep met zijn staarten. Okay, maakt dus hij, hij, zichzelf hij is zichzelf zelf wilder. Hij is zichzelf inderdaad letterlijk aan het opzwepen. Okay. Ja. Uh, het is verder een um, uh, vrij uh, uh, ruige Pokémon met veel, uh, uh, um, veel uithoudingsvermogen. Uh, mm -hmm. Zodra hij uh, rent, dan stopt hij niet totdat hij iets raakt. Uh, volgens mij waren er meer Pokémon die dit hadden. Ja, Ryhorn was dat ook. Ah, oké, okay, ja. Nou, dus als Ryhorn en Tauros samen aan het rennen zijn. Uh, dan uh, ja, verliest degene die, uh, die als eerste uh, iets tegenkomt, denk ik dan. Ja, precies. Als <laughs> ze een race houden tussen elkaar. Uh, ze vechten ook tegen elkaar om, um, uh, door met hun horens tegen elkaar aan te uh, nou ja, slaan, eigenlijk, uh, en elkaar vast te houden met die horens. Uh, de beschermer van een kudde. die uh, is altijd erg trots op uh, zijn horens. En dan vooral op de horens uh, wanneer er veel, uh, veel uh, krassen op zitten en dergelijke. Omdat dat ja. natuurlijk een blijk is van de vele gevechten die hij heeft gehad. Oké, okay, nul reactie van Jeffrey ondertussen. Ik zit ja te kijken. Oh momenten. ja. Denk je dat ik, dat ik jou zie als ik. Feitjes aan het voorlezen zijn. Ah, nee, natuurlijk niet. Sorry. Ik, <laughs> euh, ik zal uh, reageren, ja. Ja, en daarbij, de luisteraars zien jou ook niet, hè? Nee, dat snap ik, maar goed. Oké. Wordt wel gelijk, <laughs> ja. Um, goed, deze um, uh, agressieve Pokémon, die, uh, die vechten dus ook met uh, anderen. Waarom denk je dat ze dat doen, Jeffrey? Met andere tauros ik. Ze... Vechten? Ja, waarom ze met andere Tauros vechten in hun eigen kudde. Oh, nee, ik, nee, ik denk om te kijken wie de baas is. Ja, nou ja, inderdaad, ongeveer. Om te kijken wie de, wie de sterkste is. Uh, de aap op de, de, de apenrot. De... Ja, nou ja, dat is het een beetje. Ja, want dat doen natuurlijk veel wilde dieren in het echt, natuurlijk ook. Ja. En dat is ja, trouwens uh, niet anders. Ja. Um, deze Pokémon is blijkbaar niet tevreden, uh, tenzij die uh, flink. Nou ja, uh, ja, hoe noem je dat? Rampaging. Um, Afstevende? Ja, kan, I guess. Uh, hij is in ieder geval flink uh, om zich heen aan het slaan. Uh, en dan niet, natuurlijk, niet letterlijk slaan. Als nee. er geen tegenstander voor Taurus is, dus geen levende tegenstander. Nou ja, hoewel dit leeft eigenlijk ook, maar goed. Dan uh, rent hij. Wat hoor ik nou voor geluidjes bij jou op de achtergrond? Ik hoor allemaal belletjes of zo. Oh, daar zijn de katten, denk ik, aan het spelen. Ik hoor het niet eens. Maar... Ah, Oké. Okay. Oké, okay, ja, ik uh, hoor wel uh, wat belletjes hier en daar. Dat zijn geen Tauros. Nee. Dat is ook niet de roep van Tauros. Nee, dat zullen katten zijn. Ja. Oké. Okay. Maar goed, als hij um, dus geen tegenstander ziet, dan rent hij tegen uh, bomen aan. Uh, en dan uh, rent hij die bomen ook. Uh, dan rent hij er zo hard tegen aan dat die bomen om, uh, omvallen. En het zijn ook niet zomaar bomen. Het zijn echt de, de dikste bomen die hij kan vinden. Uh, en zodra hij dat doet, dan uh, maakt hij zichzelf weer, uh, weer kalm. Zij moet okay. iets kapot maken om weer kalm te worden. Uh, ja, precies. Ja, want, want ja, anders is hij dus niet tevreden, blijkbaar. Ja, nee, ja. oké. Okay. Maar de Rhyhorn had ook zoiets, toch? Uh, uh, niet Rhyhorn, maar... Nou ja, ja, of misschien Rhyhorn ook wel. Maar ik, in ieder geval Primeape is natuurlijk eentje die altijd oh, ja, agressief, agressief is. Maar Taurus is blijkbaar ook vaak agressief. Alleen niet zo agressief als, uh, als uh, Primeape. Nee, precies. Uh, even kijken, uh, verder staat hij erom bekend dat hij ontzettend agressief is. Uh, en. Uh, vijandig. Uh... Ja, vroeger, um, en eigenlijk gewoon ja, nu waarschijnlijk dan dus, dus nog steeds. hebben mensen over de gehele wereld uh, op Tauros gereden. Uh, maar het is begonnen in Alola. Dus in de Alola-regio zijn ze begonnen met het rijden op Tauros. Ja. Oké. Okay. Okay. Uh, het grappige is ook dat in de Alola-regio, misschien heeft het met het weer te maken, uh, zijn de Tauros, of in ieder geval lijken de, de Tauros kalmer te zijn dan op, in andere gebieden. Oké. Okay. Oh, en wat grappig. Er staat hier later dus ook: het klimaat zo, uh, zorgt ervoor dat de Tauros in Alola kalmer zijn. Ja, precies, wat je net nou. al zei. Ja, grappig. Ja. Ik had, uh, dat dus uh, goed ingeschat dat een beetje zon iedereen blij maakt. En ook Taurus dus. Ja. En dat is het denk ik wel zo'n beetje. Ja, maar. Maar, spoilers. Scarlet, Violet. Spoilers. Ja. <laughs> nou ja, we hebben dit nog niet genoemd. Hè. We hebben tot nu toe altijd vermeden welke, uh, re ja, niet regionale, maar uh, regionale vormen erin. Uh, Scarlet Violet zouden zitten. Hmm. Um, dat is inmiddels maar, al wel heel lang terug, hè? Dat kan nee, nee, uit zijn. Daarom. Het kan nu ook wel, maar het is inderdaad Tauros, dus ja, voor de mensen ja. die dat nog niet doen. <laughs> ja, sorry voor de mogelijke spoilers, maar dan je, je bent wel echt heel laat um, op het feestje van Violet en Scarlet, als je hem nu nog niet hebt gespeeld. Nee, precies. Ja. Um, anyway, de, dat zijn drie verschillende soorten zelfs van Tauros. Ja. Je hebt uh, bijvoorbeeld de combat breed. Um, en uh, daar gaat het vooral over uh, de, 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 stier, de, de stieren. Ha, de stieren, want het is een stier, maar ik bedoel de spieren. Uh, de spieren die hij heeft. En hij uh, gebruikt zijn korte horens om uh, de tegenstanders van dichtbij aan te vallen en uh, de zwakke punten daarvan te raken. Um, verder heeft hij, uh, heeft hij dus flinke, flink dikke, krachtige spieren en uh, is hij uh, vrij fel qua Um, hoe die eruit ziet. Ja. Dus dat is de yes. Combat Breed. Ja. Dan hebben we ook nog de Blaze Breed. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal over het vuur. Um, door de vurige energie die, uh, die hem opwarmt, dan worden zijn horens uh, heter dan 1800 graden Fahrenheit. Weet je hoeveel ja. dat is? Nee, ga je het nu opzoeken? Top. 1800 um, zei je? Ja, 1800 graden Fahrenheit. En degene uh, die de horens uh, voelen, uh, die uh, krijgen en wonden omdat de horens scherp zijn, maar ook brandwonden vanwege natuurlijk de hitte. Ja, maar dat kan ook wel. Dat is bijna 1000 graden. Dus dat is. Het uh... <laughs> is wel vrij pijnlijk, ja. Even kijken, het staat er hier ook precies ergens. Oh ja, 982,22 over tweeën uh, graden Celsius. Dus. Het uh... ja, is wel pijnlijk. Nou, ja, pijnlijk is nog een meer <laughs> Welke warm? In de Alola-regio. Ja, nou precies. <laughs> daar, daar woont hij niet hoor, overigens. Um, verder noemen mensen dit de Blaze Breed vanwege zijn, uh, de hete lucht die uit zijn uh, neusgaten komt. wanneer hij uh, uitademt. Maar ja, ik zou zelf denken: het komt vooral door die horens die gloeiend heet zijn. Maar blijkbaar is het vooral door de hete adem. Ja, precies. Ja. En dan hebben we als laatste nog de Aqua Breed. Uh, dat is natuurlijk het tegenovergestelde van de Blaze Breed. Deze heeft vooral te maken met water. Uh, en uit de, uh, de gaten van de, de uh, topjes van de horens, daar komt water uit. Uh, en het komt er zo geconcentreerd uit uh, dat het gewoon door de tegenstanders heen gaan, uh, gaat. Als een soort van sniper-aanval, uh, een soort van laser eigenlijk. Hm. Verder kan deze zwemmen. Uh, nou, logisch en, op ja. zich. Ja. En uh, dat komt vooral door uh, de dikke laag vet die hij heeft. Uh, en daardoor uh, blijft hij makkelijk drijven. Oké. Okay. Ja. Grappig. Dus tot zover de Tauro's. Ja. Wat vind je van de zieke shiny? Van, uh, je bedoelt voor de, want die van ja, de... Ja, hij is even de gewone standaard. Natuurlijk. Ja, die andere weet ik eigenlijk ook niet hoe die eruit ziet. Oh, nou, dus dat ga niet ik je zo even vertellen. Ja, nou, ben benieuwd. Maar de... Nee, ik vind hem niet zo mooi eigenlijk. <laughs> Uh, hij is wel fel en duidelijk. Hmm. Dat is wel iets. Maar ja, ik vind hem ook niet zo heel erg mooi. Hij is gewoon geel-groen. Uh, ja. Tja, ik, 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 ze hadden er wel beter hun best op kunnen doen, zou ik denken. Maar ja, goed, vroeger was het natuurlijk nog gege uh, computer gegenereerd. Uh, ja, precies. Ja, dus dus Daar kon je er niks aan doen. Uh, ik zie geen plaatje van de shiny Tauros um, um, uh, hier op de website waar ik op kijk. Maar ik weet dat de shiny net iets donkerder of iets lichter is. Hij is dus nog steeds zwart, maar dan scheelt het net weer een tintje. Oh ja, fijn. Dus het is echt een crap uh, shiny. Het ja, is okay. dus denk ik weer ja. een van de slechtste shinies van de nieuwe spellen. Ja. Oké. Okay. Okay, ja, groep ja, ja. dus. <laughs> Uh, ja, precies. Um, nou, over troep gesproken. Nee, dat is ja, niet waar. tot zover Tauro's in ieder geval. Nee, ja, we gaan naar het moment van de week, hè? dus dan gaan we kijken oh. of het geen troep was. Nou, ik heb best wel wat dingetjes. Ik denk dat jij zo van wal mag steken, maar uh, um, even kijken hoor. Ik, uh... nou, ik ga ook ja. eens even kijken. Laten we eens beginnen met de 100 -tjes. Ik nee. heb geen nieuwe 100%jes. Ik ook niet. Oké. Okay. Maar ik heb wel Shinies. <laughs> ik ook niet. Oh, uh, ik niet. <laughs> nee, ik heb helemaal uh, niks. Jeetje. Nou, ik ben benieuwd wat jouw moment van de week dan is straks. <laughs> uh, ja, ik ben al aan het denken. Ja, ga niet. jij even denken, dan uh, zal ik mijn, uh, al mijn uh, fantastische dingetjes even delen. Ja, doe nou, maar. Die Birk, maar. die had ik vorige week al, geloof ik. Dacht ik, Shiny Burkma. Uh... Ja, die had je. Last minute nog toegevoegd. Ja. Maar ik heb ook een shiny purloin gevangen. Uh, deze week. Ja. Dus dat is leuk. Ik heb maar liefst ja. twee shiny tapufini Ja. Dat is ook heel leuk, toch? Ja. Ja, toch? Ja. Ik heb een shiny Mawile heb ik gisteren aangetikt. Nou, die had ik al. Die hoefde ik niet per se. Maar weet je, geinig. Maar nou. ik heb ook. Een shiny terrierzaa shadow. Oh, nou, kijk. Ja. Ja, en uh, daar heb ik. Eens even kijken. Uh, 51 Arlo uh, uh, teamleaders voor moeten verslaan. Voordat ik een shiny. Dat is een aardig wat? Shadow terrierzaa had. Ja. <laughs> Op zich wel, ja. Um, maar goed. Hey. Uh, ik ben er wel weer uh, zeer content mee. Uh, ja, dat snap ik. Ja. En. Dan heb ik nog iets. Ik heb namelijk ook een Galarian Articuno gevangen. Uh, nou, dat is uh, leuk. Ja, ik ja, niet nog steeds. Maar. <laughs> ja, een Galarian Articuno van 1993 uh, cp. Dus uh, te hoog voor zowel Great League als uh, dus zo uiteraard Little Cup. Um, ik had hem in twee ballen. En de tweede was een Critical Catch. Oh, dat is wel lekker. Ja. <laughs> Zeker weten. Ja, dus um, ja, erg blij mee. Ja, snap ik. Ik kon hem eerst al bijna niet aantikken, want er zat een andere Pokémon overheen. Uh, maar uh, dat lukte uiteindelijk. Nou, toen gooide ik er een bal op en toen uh, 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 sprong hij eruit. Maar toen rende hij niet weg en toen had ik een critical catch. Uh, nee, dat snap ik. Ja, daar zou ik ook heel blij mee zijn. Ja, ja dus uh, dat waren mijn momentjes van de week. Uh, nou, mooi, Het valt wel mee. Ik dacht dat je nog uh, een uur van wal ging steken. Maar, nee joh, uh, maar ik heb uh, meerdere leuke shinies, ik heb zo'n uh, zo gekke uh, Articuno. nou, content. Ja, um, dan zijn we eigenlijk ook bij de vragen. Hoe ja. zou je zeggen, heb je dat voorbereid? Ja, meestal wel, maar ik heb ze ik nog niet uh, Ja, dan kan ik het wel, uh, dan begin ik toch. Ja, namelijk, het, jij uh... hebt er ook in gehad. Ja, ja, ik heb weer een heel verhaal van uh, Alexander. Ja, dat <laughs> zei hij al in de Don van dus, En uh... deze keer geen, um, uh, geen dubbel uh, verhaal. <laughs> nee. <laughs> uh, even kijken hoor. Um... Hij zei: uh, Nou, Dennis, mijn bericht tweemaal voorlezen en een week later stuur ik niks, uh, niks in, maar word ik alsnog soort van genoemd. <laughs> Stomme Cleaver, zegt hij. Dus. Um... Ik, ik weet eventjes niet meer waar dat over ging. Weet jij dat nog? Uh, Stomme Cleaver. Had hij, uh, hij had, uh, had hij... Oh, hij was diegene met... Ja, hij was diegene met zoveel raids inderdaad. Die geen shiny Cleaver had. Ja, precies. Ja. Oké, okay, ja, nee, je hebt gelijk. Dat hebben we inderdaad benoemd. Ja, <laughs> true. Ja, dus um, dat, ja. Even kijken, uh, hij heeft ook nog geen Lucky Cleaver, uh, ik ook nog niet, maar die uh, kan ik vast met iemand Lucky traden uiteindelijk, of met Patrick. Uh, hij zegt, maar wat een nieuws weer, een slecht event waar opeens bonussen worden aangekondigd, waar het toch nog enigszins leuk is, nou zijn wij het helemaal mee eens. Ja, hij zegt, zeker. ik doe vijf plus leaders per dag, zonder shiny resultaat, dus geef even wat van jouw geluk. Interessant. Vijf plus lieders per dag. Dat vind ik echt heel veel. Ik dacht dat ik best veel deed met. Nou ja, meestal twee. Uh, soms drie. En in ieder geval één lieder per dag. Ja, maar hij speelt sowieso wel echt veel hoor. Dat is. Uh, hmm. ja. Maar ja. ja, prima natuurlijk verder ook. Ja, absoluut. Maar uh, je, ik vind het, uh, vind, vind het heel netjes. Vijf plus lieders per dag. Vind ik echt, uh, dat zeg ik. Ik doe dat zeker niet na elke dag. Nee, zeker niet. Zeker uh, niet. Hij zegt. Overigens stelt het verder niets voor, hij heeft hij nog over het evenement. En opeens het stoppen van de Silver Road website en met name PvP, omdat een groot aantal fanatieke spelers daar flink gebruik van maken. Ja, ja ik zat er ook later over na te denken, wat als PvP poker mee stopt. Dat, dat zou pas echt een gemis zijn. Ja, ik weet eigenlijk niet, hebben die reclame? Uh, geen idee, maar als, uh, als die ermee stoppen, dat is pas echt. Heel naar, want uh, als het toch een website is die ik veel gebruik, dan is het wel PVP om te kijken nou ja, welke aanvallen zijn handig. En uh, gewoon überhaupt ja. de rankings en dat soort dingen. Uh, die hebben wel gewoon reclame, dus nou, dat gelukkig. is gelukkig wel iets. Ja. Ja. Um, hij heeft ook een vraag. Hij zegt: hoe kijken jullie hier naar inclusief, inclusief de staat van PvP? Ik verwacht dus wel een flinke impact op PvP Pokémon Go in zijn geheel. Nou ja, we hebben het net eigenlijk al een beetje gezegd, toch? Uh, ja, vind ja. ik wel. Ja, dus, uh, nou ja, zonde dat ze ermee stoppen. En ik, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat met PvP. Um, ja, de Go Battle League blijft, maar die toernooien, dat is wel een dingetje. En hoe minder mensen er spelen, um, ja, des te lastiger het wordt om legend te uh, worden. Waardoor er nog minder mensen spelen. En ja, dan gaat het langzaam dood, hè? Ja, dat is hoe het werkt, hè? Ja, dat inderdaad. Um, hij zegt over PvP 2700 nu, maar het gaat moeizaam. Ja, dat begrijp ik inderdaad. 2700 is, uh, nou ja, helemaal niet slecht natuurlijk, maar ja, je bent nog, uh, voorlopig nog niet bij Legend daarmee. Hopelijk uh, heb jij al wat meer geluk. Nou ja, ik ga het straks wel vertellen. Hij zegt uh, dat was hem succes verder en. Uh, een dag daarna of zo zegt hij... Ik moet vaker klagen, zojuist mijn tweede shiny Murkrow uh, gekregen. En gisteren stuurde hij nog een berichtje. Ik ga vaker klagen, zojuist shiny Shadow Larvitar ben ik gekregen. <laughs> Kijk, nou ja. Goed. Dus uh, gefeliciteerd met de shadow shinies. Nou, je doet er ja. veel voor, dus uh, het is je zeker gegund. Ja. Ja, bedankt Alexander voor de berichtjes. Ja, precies. Ehm. Um... Oké, okay, dan ga ik voor mijn eerste berichtje. Ik weet niet helemaal of die voor de podcast is. Um, want er staan persoonlijke berichten naar jou. In. Nee, zeker niet. Maar de, de, hij is wel naar info.wtv.nl. Dus beantwoord hem gewoon hier, want dat dit communiceer ik alleen maar in de podcast. Dus vandaar dat. Uh, ja, precies. Ja. Ja. De, Even kijken, maar er staat wel hallo Jeffrey, dus het uh, is niet voor jou, sorry. Je hebt er waarschijnlijk <laughs> geen invloed op, maar heb toch een verzoek. Ik heb ergens gelezen dat de Community Day misschien nog eens gaat plaatsvinden. Alleen zullen er dan heel veel mensen, waaronder wij, nog op vakantie zijn. Waardoor je niet volop Frookies kunt vangen. Het uh, uh, Frookie, maar er staat Frookies, hè? Dus niet bij ons. Staat... <laughs> uh, en volgens mij is dit toch wel een gewilde Pokémon. Dus ik hoop dat de Frookie Community Day na de zomervakantie kan worden gepland. Hopelijk kun je iets met mijn verzoek. Met vriendelijke groet, Jolanda. Um, nee, ja, ik kan er niks mee. <laughs> nou, wat... Je geeft het nee. meteen op. Ja, nee, ja, maar ik denk oprecht dat we er niks mee kunnen, omdat... Um, uh, ja, nee, ja, ik luister niet naar ons. Ja, ze luisteren toch de podcast? Ja, nou ja, dus ja, dat kunnen we Dan kunnen we, we nu mee. toch gewoon zeggen van, hey, gun Jolanda dat kikkertje. Ehm um, en doe gewoon even oh, ja. een andere community Day ertussendoor. tussendoor. Nee, kan je ja. dat niet zeggen? Okay, nee, ja, kunnen we zeggen, gaan. maar Ja. Gaat nou, niet dus dat is toch goed. Dan hebben we toch ons best ja. gedaan, of niet? <laughs> ja, precies, oké, <okay>, bruid. <laughs> dus bij deze neemt nou ja, ik, uh, als het even kan, doen we in september, denk ik. Um, ik dacht er trouwens aan, Dennis, maar dan moet je maar even kijken om augustus met de Dom van Tuister te gaan spelen. Oké, okay, nou ja, ik ben, ben benieuwd. Uh, we kijken al eventjes, ja. Het zou wel gezellig ja. zijn natuurlijk. Dus die, uh, de of is dat dan die, uh, juist die dag dat? Of uh, de, de, de keer dat Jolanda dan niet kan? Of? Hm. Nee, is een andere Jolanda dit, oh. hè? Oh, is een ander? Ja, want anders wist ik wel dat hij voor de podcast was. Oh, wacht. Ja, natuurlijk. Want die doet het zeker ook niet via de. Of doet hij het wel via de mail? Nou ja, ja, ja de, mij de, niet. Je, uit. Ja, de volgende vraag is voor Jolanda. Dus, uh, maar dan ja. de Jolanda. In de er zijn te veel Jolanda's. Je. Ja. Maar. Uh, <laughs> Maar dat was dan mijn tegenargument, want het zou dan 13 augustus zijn, maar ik weet niet of het dan dan... Dus er zijn er misschien ook een paar op vakantie, dus als die weet niet je, kunnen, dan doen we het... Ki we ja, kijken wel eventjes, het komt allemaal wel goed. Maar uh, uh, bedankt in ja. ieder geval. Zeker, en, uh, uh, Weet je, voor jou hoop ik gewoon dat die, uh, dat die later plaatsvindt. Ja, en dat het net zo troep is als Pollywack. Net zo troep, bedoel je? Oh. Uh. Eh? Ik snap je niet. Ja. Uh, nee, ik bedoel, dat het liefst. Oh, diegene wordt, die in de zorg. plaats komt, bedoel je? Ja. Ah, oké, okay, ja, ja. ja. ja oké. Okay. Dat snap ik je wel. <laughs> um, even kijken hoor. Dan uh, wel een vraag van Jolanda. Uh, of uh, ja, ook een vraag <laughs> van Jolanda, maar de andere Jolanda. Verwarrend allemaal. Uh, goedenavond, Dennis en Jeffrey. Dit is wel jou, Dennis. Uh, we horen vaak dat jullie questopdrachten steken in uh, je de spel om zo dus te kunnen vergaren. Of event Pokémon. Maar welke quest die jullie draaien, gooien jullie meteen weg? Ze antwoordt de vraag ook zelf natuurlijk. Ik gooi vaak de quest weg om raids te winnen. of om een x aantal candy te verdienen met mijn buddy. Duurt gewoon te lang. Ik hoor het wel weer. Goedjes, Jolanda. Um, Oké, okay, leuke mijn, vraag weer. Zeker. Mijn vraag, of mijn antwoord is eigenlijk uh, uh, complexer en toch makkelijker. Um, hmm. Maar ik bewaar vooral uh, dan wel uh, interessante Pokémon. Punt. Uh, en dat kunnen inderdaad Stardust-Pokémon zijn, maar ook gewoon zeldzame Pokémon. Dus Spinda, dat soort dingen. Ja. Dus de ja, opdracht okay. maakt mij niet zoveel uit. Als het, nou, misschien dat ik tegenwoordig zo weinig rate, uh, ik 5 rate niet meer huh. zou doen. Maar als daar een hele toffe Pokémon in zou zitten, zou ik zelfs die nog laten staan. Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is uh, voor mij precies hetzelfde. Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, nog nou ja, een aantal weken in ieder geval die uh, Cat Street Ditto quests gehad. Terwijl het echt een eeuw duurde om die te completen. Um, ja, maar daar kwamen de aapjes toen uit. Uh, verder um, gooi ik eigenlijk alleen maar Stardust Pokémon in mijn stok. Dus dingen zoals Shellder en Fungus. Uh, en af en toe is een keer een evolutie. Als ik ze merk van nou, ik heb nu zo weinig Pokémon in mijn stok. En er komt straks al een Triple Stars evenement aan, nou, dan gooi ik ook wat evoluties erin. Um, quests die ik complete zijn, nou ja, inderdaad, de Spinda quest. Uh, Dunsparce uh, complete ik nog steeds. Want uh, daar uh, um, wil ik nog steeds een shiny van. En ja, dat. Is het wel ongeveer. Het maakt mij inderdaad ook niet zo heel veel uit. Wat ik voor de quest moet doen. Als de reward maar interessant is. Uh, ja, snap ik. Ja. Nou ja, en voor ja. de rest. Uh, gooi, ik, gooi ik meestal alles. Uh, de meeste dingen gooi ik weg. <laughs> ja, nou ja. Um, uh, ja, ik ook. Maar... En enkele Pokémon. Als in Pokémon die geen evoluties zijn en zo. Uh, en ook dus geen bonus dust hebben. Die uh, ga ik niet in mijn stok doen. Ja. Uh, yeah. Jij wel? Nee. nee. Oké. Okay. Ja, dat kan, hè? Ik bedoel, als je weet van jezelf, van, nou, ik kom toch nooit op 100 Pokémon, dan kan het. Uh, ja, precies. Nou ja, dat. Inderdaad. Hm. Um, dan de laatste Bedankt. vraag. Ja, dankjewel. Had ik niet al gezegd. Maar ja. Uh, vraag van Arnoud. Hallo, Jeffrey. Dit is hierbij weer een vraag voor. In de podcast, om naar een volgend level te gaan, moet je een aantal opdrachten voltooien. en... In dit geval 11.000, uh, sorry, 11 miljoen XP halen. Bij level 33 is de opdracht win 30 trainer battles in de Great Ultra en Master League. Uh, voor mij is dit nog best een opgave en ik kom eerder aan de 11 miljoen XP dan de andere opdracht voltooid. Mm -hmm. Telt mijn XP die ik daarna behaal al wel, uh, alweer mee voor level 44? Of gaat het pas vertellen tellen als je daadwerkelijk level 44 bent? Groeten Arnoud. Nou, goede vraag waar uh, meerdere mensen waarschijnlijk wel mee geholpen zijn. Dus dat is top. Ja. Um, de experience blijft gewoon optellen. Dus je hebt er al, ook alvast wat aan voor je volgende level. Je kan dus zo lang doen als je wil voor, uh, voor deze uh, extra quest. Uh, en gewoon je experience blijven vergaren. Ja, sterker nog. Het was zelfs zo dat sommige spelers waren op basis van XP instant level 50. En mm -hmm. hoefde alleen nog maar een... Uh een dingen te halen. Hoe noem je dat? De de extra quest. Ja. Precies de opdracht inderdaad. Ja. Dus uh, ja ja. Nou. En ik snap het inderdaad dat het best lastig kan zijn om uh, um, ja om zo vaak te winnen in de Great Ultra Master League. Maar ja, ik zou zeggen doe dat vooral per seizoen inderdaad dat je gewoon lekker de de, de makkelijke battles kunt doen. Zodat ja. Zodat je uh, precies. ja daar uh, geen last van hebt. Ja. Um... En daar heb ik nog de vraag van Stefan. Komt-ie? Beste Jeffrey en Dennis. Het is weer tijd voor de week. De bijna wekelijkse vraag van Stefan. Bij deze een vraag over Shinies. De introductie was volgens mij in 2017 al. En uh, ik heb een vraag over de Shinies die jullie gevangen hebben, de eerste. Ik heb eens gekeken. Ik heb in 2017 eerst een Magikarp gevangen. In juni. Uh, in oktober een Duskull. Een uh, Malwell in december, in januari 2018 een Pikachu en tijdens de Community Day van 2018, februari, een Tratini. Uh, het waren mijn eerste vijf. Wat zijn eigenlijk de eerste vijf die jullie gevangen hebben. Nou, dat was het weer voor deze week. Heel veel succes met jullie podcast en tot de of een volgende week. Doei! En hij had nog iets nagestuurd, dus dat ga ik er nog oh. even bij pakken. Oké. Okay. Uh, ja, hij stuurt nog een kleine toelichting. Hij zegt. Uh, een aanvulling op mijn vraag. Was weer een beetje vergeten, heb momenteel niet echt vragen. Uh, wel genoeg dat ik vroeger dus zo'n vijf shiny's ving in een half jaar, terwijl ik veel speelde. En dat op dat moment de community deze werden geïnteresseerd zit. Bizar dat je in een dag uh, tijd meer shiny's kreeg dan in het half jaar ervoor. Ja, dat hm. is zeker waar. Ja. Uh, ik ga even het spel opstarten. Oké. Okay. Nou, ik uh, heb uh, mijn Magikarp, die ik ook al eerste heb gevangen, uh, First Shiny genoemd. Uh, die heb ik in op 15 juni 2017 gevangen. Hm. Ik weet ook nog hoe ik hem ving. Ik heb hem namelijk gevangen met mijn plus. Uh, met mijn Go Plus. Um, en het was zo dat ik, ik zat in de trein en ik had hem, uh, had hem gewoon geplust. En toen keek ik in mijn journal, want ik, was, ik kwam net van de fiets af, dus uh, ik, ik had dingen gevangen, dus ik wilde even kijken wat er, wat er zo al was weggerend en zo. En toen zag ik dus het plaatje van Shiny Magikarp. Toen dacht ik, oh nee, straks is hij weggerend. Want ik had dus nog niet de tekst ernaast ge gelezen. En ik wist op dat moment ook niet um, dat uh, als een shiny wegrent, dat je in je journal niet ziet dat die shiny is. Uh, dus ik had zoiets van, oké, okay, snel die log uit. Uh, dus niet uitloggen, maar de, de journal uit. Uh, en kijken ja. gewoon tussen de Pokémon die ik heb gevangen, of daar die shiny tussen staat. En ja hoor, daar stond hij. Dus ik heb... Uh, mijn eerste shiny ge geplust. En dat was dus ook een magic carp. Oké. Okay. En nummer 2, 3, 4 en 5 dan? Nou, nummer 2 was shiny Sableye. Dat was de allereerste Sableye die ik had aangetikt. Uh, toen met het Halloween evenement. Mm. In, uh, ja, waar hij in de had, had jij dus een Sableye, Ja. Ja, alleen het was ook echt de allereerste Sableye die ik had aangetikt. Dus uh, dat was best wel ook best wel bijzonder. Want ik wist, uh, niemand wist op dat moment nog. Als het goed is. Dat die shiny in het spel zat. Nee. Dus dat was ook een interessante. Uh, mijn derde is een duskul. Uh, die was op 28 oktober. Uh, en vervolgens twee keer een Pikachu van de Community Day in januari. Oké. Ja. Dus dat, dat waren mijn eerste vijf shinies. Ja, mijn eerste vijf. Mijn eerste is een... Uh, ja, het is nu een Raichu. Het was een Pikachu. Uh, gevangen op Safari Zone. Um, en mijn tweede is, de Magic Carp is tegenwoordig in Carados, maar ook gevangen op Safari Zone. Uh, dat was, uh, nou, jullie hebben Dennis net horen niet horen zeggen dat hij op Safari Zone uh, een shiny had. Daar was iets mee hè, Dennis? Ja, was echt een leuke dag. Ja, dit is, ik heb toen helemaal tickets voor hem geregeld en weet ik het allemaal niet, want hij was ook al niet door de loting heen. Mocht hij eindelijk beter ging <laughs> weer in shiny, was hij weer chagrijnig. Het terecht trouwens ook, want als ik geen shiny had gevonden op die uh, Safari Zone, was ik ook minder blij geweest. Ja, en het uh, was ook gewoon dat, dat we waren met z'n vieren... en iedereen om me heen had shinies, meerdere. En ik had er nul. <laughs> ja, <laughs> bijzonder. Yeah. Uh, mijn, mijn derde is een Pikachu. Die had ik uh, met de Pikachu Community Day. En dat was heel veel geluk. Want toen was natuurlijk nog niet bekend dat er een verhoogde shiny kans was. En ik mm -hmm. moest die dag werken. En ja, weet je, Pikachu Community Day. Uh, die heb ik duizend gevangen. Ik ga echt niet uh, Community Day <laughs> spelen. Maar ik had met de lunch... Uh, even tijd om uh, mijn spel op te starten. En volgens mij van de twintig die daar zaten... want toen zaten er echt veel spans op die plek... was er één shiny. Dus daar was ik toch wel heel, uh, heel blij mee. Um, mijn vijfde is een... Een Dragonair was natuurlijk ooit een Dratini. Uh, maar mijn vierde... Ja, dit verhaal heb ik volgens mij nog niet zo heel lang geleden verteld. Is een Love Disc. En dat is de Love Disc waar ik... Uh, drie, vier, vijf, zes uur door het park ben gelopen in het donker. Ah. Met een met Pokémon Go-speler die ik nog niet zo lang kende. Namelijk een Manon. En... Um, we zijn toen echt gaan shiny hunten tijdens dat love disc event. En dat is toen gelukt door zes uur lang door het stadswonderpark te lopen. Dus, ja, uh, dat is, ja, dat is echt wel een toffe herinnering, zou ik denken. Zeker, absoluut. Ja, ja dus die, die wil ik ook nooit uh, wegruilen. En mm -hmm. daarna ik, als ik een beetje doorscroll, is het heel veel community idee dus, Ja, uh, precies. Had uh, Manon op dat moment eigenlijk ook een shiny love disc? Ja, volgens mij Manon, ik weet niet of ze het nog, wat ze speelt volgens mij nog wel. Ik weet niet of ze luistert, anders moest ze het zelf ook maar even insturen. Maar ik dacht dat ze mm. wel een, uh, een, uh, een love disc had. Ja. Mm. Alright. Dus, uh... Ja, um, toffe vraag, want dit was uh, weer een persoonlijke vraag uh, over de, de eerste vijf shiny's, En ik kan me ook zo voorstellen dat er nu luisteraars zijn die ook zoiets hebben van: hm, dat waren eigenlijk mijn eerste vijf. Misschien ja, dat we nee, in de dom, Teur uh, telegram dat nog terug gaan zien van, uh, van luisteraars. Oh ja, dat is leuk. En, en iedereen mag het ja. insturen, uh, maar aan de Domfonteur is inderdaad de vraag om het ook even in de Telegram te delen. Dat is wel, ja, uh, wel ik ben er wel benieuwd naar, vind ik leuk. Ja, en er mag gewoon een afbeelding zijn als je wil. Maar als je er een verhaal bij hebt, horen we die uh, ook graag. Ja, mag ook inderdaad. Als we ook, dat we delen in de podcast, zeg dat er even bij, want dan doen we dat ook nog. Ja, goed Dat voor true. iedereen die me instuurt. Um, dat waren de vragen ook aan mijn kant. Mm -hmm. um, nou ja, ik kan nog wel vragen of Pokémon nieuws was. Nou, het, is, het grappige nou, is... oh ja. Ja, ik, er is tegenwoordig een... Um, hoe heet dat? Een, 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 een Pokémon Weekly update die ik krijg van de Pokémon Company. En die komt op woensdag. Dus als we die nou iedere dinsdag kregen. Ja, daar kun je ja. ook niks aan doen. Maar als nee. we die nou op dinsdag kregen. dan had ik iedere dinsdag mooi een, uh, een update ha. met uh, al het laatste gewone Pokémon nieuws van de week. Maar uh, nu wel keer ja. oud nieuws, dus. Nou ja, als ik hem nu zo behandel, dan heb ik eigenlijk alles van uh, zes dagen geleden en tot en met zeven dagen daarvoor. Dus dat ja, ja. is net niet interessant genoeg. Nee, dat is wel echt, echt wel precies op het juiste, of op het onjuiste moment. Uh. Ja, precies. Ja. ja. Jammer. Hmm. Oké. Okay. Maar, we hebben dan maar... ligt geen Pokémon nieuws, maar ik ben wel eventjes benieuwd. En natuurlijk, we hebben straks ook die Pol, maar Peridot. Ja. Ik uh, ja. heb de pol er ondertussen. Uh, we hebben, nee, de pol was iets heel anders. Er was, uh, was natuurlijk nog niet Peridot. Maar Nee, me, dat ja. gaat het worden. Maar ja. uh, heb, jij, heb jij Peridot uiteindelijk nog gedownload? Nee, want ik heb volgens mij vorige week een heel betoog afgestoken waarom ik dat niet wil. Nee, uh, maar dus ja, dat ja, ga ik ga dat uh, niet doen. <laughs> nee, ja, ik voor weet de zekerheid. Het, nee. Nee. nee, en ik heb een uh, hele review gelezen op Co-Hub, uh, op uh, waarvoor ik dacht: van nou, ik ga hem zeker niet downloaden. Nee, oké. Okay. Um, een review. Ja. Ah, oké. Okay. Daar ben ik eigenlijk wel geld... benieuwd naar. Dat, dat wil ik eigenlijk wel, uh, wel, uh, wel lezen, ook, die review. Maar goed, dat, dat ja, komt wel Ja, moet je zeker even doen. Maar zij verwachten ja. dat je de eerste twee periodes gratis kunt hatchen, opvoeden, dan maar En daarna uh, ervoor moet gaan betalen. <laughs> ja, of je moest hem wegdoen, geloof ik, hè? Ja, of dat? Gewoon, als ja. je hem weg doet, dan kan je wel wel gewoon een nieuwe Peridot fixen. Um, ja, ja ik, uh, ik, heb hem, ik had hem natuurlijk automatisch gedownload geïnstalleerd. Uh, ik heb hem niet opgestart en ik heb hem weer verwijderd. Uh, dus ik ga hem ook nooit opstarten. Ik, nee, uh, ja. ja, ik heb er spijt van dat hij überhaupt geïnstalleerd is geweest. Maar, ja, dat uh, zei je vorige week ook. Dus ja. ja, Maar ja. ik heb hem nu dus ook, uh, ik heb ook echt besloten om hem überhaupt niet op te starten. En ik heb hem ook verwijderd inmiddels. Ik heb een je, Dennis. Um, dank u, dank u. Uh, ja, ook omdat hij uh, je mobiel eigenlijk soort van sloopt. En uh, het klonk inderdaad gewoon, wat ik er wel van heb gelezen, klonk niet heel erg leuk. Nee, het was een Tamagotchi-achtig iets. Ja, en maar... ik ben best fan van Tamagotchis, hè? Ja, ja dat ik wil, uh, weet ik. Ja. Ik heb uh, vorig jaar of twee jaar terug of zo. Uh, nou, vorig jaar sowieso een Digimon Tamagotchi gehad. En het jaar daarvoor ja. of nog een jaar daarvoor misschien nog een andere. Tamagotchi-hondje uh, heb ik opgevoed. Dus ja, daar ben ik best fan van. Maar dit, nee. Oké. Okay. Ja, nee. Dus ik hoop zelf ook dat het spel uh, keihard kapot gaat, zeg maar. En dat uh, Niantic uh, zoiets heeft van... Oh nee, we hebben weer iets nieuws bedacht... en het is weer niet su zo succesvol als Pokémon Go. Wat verrassend. Nou ja, laten we dat inderdaad vooral... Uh, dat ze zien dat, dat het niet de manier is waarop ze... Uh, meer geld gaan verdienen. Maar dat ze daarvoor toch echt uh, aan de slag moeten. met een uh, wel populair spel. Het is nog steeds niet te laat. Ik geloof echt dat er uh, nog mogelijkheden zijn. Uh, maar. Uh, ja, dat ja. denk ik ook. Sowieso, als ze de hele uh, worldmap een overhaal geven. dan denk ik dat er echt wel weer mensen gaan spelen. Misschien ja. zelfs nieuwe mensen, maar in ieder geval mensen die gestopt zijn. Ja, zeker. Dat is een goed idee, Dennis. Ja, nou ja en natuurlijk, die, um, uh, ja, natuurlijk ook gewoon wat vriendelijker zijn voor je spelers. Dus inderdaad, die rate, remote rate passen en dergelijke, dat soort dingen. Minder nou ja, vorige week zeiden we al communiceren. Ja, communiceren. Ja, ja absoluut. Um, dan de poll van vorige week was... Vind jij evenementen zonder speciale spans zoals de hero-evenementen... echte evenementen? Uh, over het algemeen uh, was met 60% nee, maar prima voor de afwisseling... Het uh, is, is echt een overgrote meerderheid. Dus ja. op zich doen ze dat dus goed. Hey, hier wordt ja, die mijn... heb ik zelf overigens ja. dus ook uh, gestemd hoor. Hm. Want ik vind het met deze bonus, vind ik het best prima tussendoor. Maar ik vind het geen ja. echte evenementen. Nou, had ik al gestemd voordat die extra bonus hm. bekend waren. Maar inderdaad. Hm. Uh, op de tweede plek, nee, ik speel echt voor de speciale spans. Met 21% uh, dan op de derde plek, um, ja. Het event zit hem, alleen, zit hem niet alleen in de spans, maar deze events stellen er niet veel voor. Ongeveer een beetje wat, uh, wat ik zei natuurlijk nee, maar prima voor de afwisseling. Maar goed, 9% uh, toegevoegd door iemand. Dan 5%, dat maakt me niet uit. 4%, ja hoor, laat maar komen. En 1%, dramatisch, die was dan ook weer toegevoegd. <laughs> dus uh, ja, dat. Nou ja, ja. heel goed. Um, en dan de poll voor deze week. Uh, zo, internet is traag. Daar is hij uh, Heb jij Peridot geïnstalleerd? Nou ja, ik zou wel vragen of je het gespeeld hebt. Ja, maar je kunt dat in het antwoord verwerken, toch? Of? Uh, uh... Ja, oké. Okay. doe anders, maar gewoon: Heb je Peridot gespeeld? En dan. Uh, natuurlijk uh, ja, ik speel het. tussen haakjes bijna dagelijks. Zou ik denken? Ja. Goeie. Ja, sowieso. Zoi uh, uh, nee, maar ik ben het wel van plan. Uh, precies. Uh, nee. Of, of nee. Of moeten we nog een ja hebben trouwens? Met ja, ik speel het bijna dagelijks een uh, ja, ik heb het geprobeerd. Dat lijkt me ook ja, wel. Precies, goed, ja, precies, ja. ja. Ik heb het geprobeerd, maar vind uh, het niets. Ik dan inderdaad uh, nee en ga en ik ga hm? het ook niet proberen. Nee, die, de, uh, die andere had je er al tussen gedaan? Van ja? nee, maar ik ga het proberen? Nee, die heb ik er nog niet tussen gedaan. Oh, want dat, oh, die, de... dat was ons eerdere antwoord, hè, was dat? Ja, nee, maar ik ben het wel van plan was dat. Hè? Ah, ja, ja. Precies, ik. ja, ja, ja. wel tussen. En nu okay. dus nee en ik ben het niet van plan. Ja, ja, ja. Ik ga het ja. niet proberen. Precies, ja. Um, dan nog misschien, wat is Peridot? Nou oh, ja, goeie. <laughs> ja, uh, nou, dat zijn goede nou, antwoorden denk ik. Ja, dan uh, even kijken. Heb je Peridot gespeeld? Vijf antwoorden. Mensen mogen weer zelf opties toevoegen. Nou, dan staat de pol bij deze live. Dus ja. met enkele seconden. Dan kan iemand uh, dramatisch kan toevoegen. Ja, precies. Uh, en dan kies ik voor nee en ik ga het ook niet proberen. Nou, dat zal bij jou dan ook deze week, uh, kijk, als geïnstalleerd, dan had je dus wel ja moeten zeggen. Ja, dat is zo, ja. Ja, maar ik wilde dan als antwoord doen ja, maar ik heb het niet gespeeld, zeg maar. Ja, precies. Um, dus dat. Ja, leuk uh, peridot uh, vraagje deze week. En dan misschien volgende week uh, lijkt het me interessant om mensen te vragen: van waar zou je de masterbal voor gebruiken? Dus volgende week natuurlijk ah, ja, actueler, ja, ja. want dan zit hij erin. Hm. Uh, dus uh, hoe heet het? Uh... <laughs> waar zou je de masterbal voor gebruiken? Ik heb hem al gebruikt op de eerste Pokémon die ik vond. <laughs> ja, per ongeluk gelijk. Nou, dat zou toch zijn hè, dat je hem per ongeluk ook kunt uitgeven al. Oh ja, maar het, ja, het kan wel, zeg maar. Lijkt mij. Ja, weet ik niet. Ja, ik, weet, ik, weet, ik weet niet wat het mechanisme wordt. Dus uh, misschien nee, maar moet je ik nog denk een restring ze... doen. Ja, maar dat lijkt me dus niet. Ik denk niet dat, ze, dat je hem moet bevestigen dat voor je, dat je hem gooit, dat ze zoiets hebben van: hé, hey, dit is je masterbal. Ik denk dat ze gewoon zoiets hebben van: oké, okay, je hebt een bal gegooid. <laughs> ja, maar wat Veel doen ze dan? met, met deze, deze Pidgey. Als je een mes gooit of je gooit hem op een Pokémon die aanvalt, is dan de masterbal weg? Ja, dat is ook de vraag. Kun je de bal ja, misgooien of niet? Dus eigenlijk is het maar goed dat we dit volgende week ook doen, want dan weten we hopelijk iets meer hierover. Mm -hmm. Ja, misschien zelfs dat ze al ergens vertellen hoe je aan meer masterballs komt. Waarschijnlijk niet, maar weet maar nooit. Nee, het zal wel niet inderdaad. Mm. Oké, okay, dan naar uh, PVP, en we houden het nog even spannend uh, hoe het uh, met jou gaat. Um, laten we ja, want beginnen hoe gaat met, we met de. Met jou? Ja, ik heb oh. niet gespeeld, maar de oh. Go Battle Day problemen die er afgelopen week waren. Nou, de Go Battle Day research, inderdaad. Ja, dat bedoel ik, inderdaad. Ja. ja. Ze um... hadden het idee: laten we een research uitbrengen voor de Go Battle Day. Betaald voor een euro, hè? prima als je toch gaat Vol spelen. Vond ik eigenlijk al absurd, gezien je hem normaal altijd gaat, maar goed. Ja. Maar goed, hè. Um, Oké. Okay. Maar de rewards. troep. Tenminste, het troep als in. het zijn wel goede rewards. Maar het is niet goed voor 1 euro. Naar mijn mening. Nee, ja, 25.000 Stardust. 3 Rare Candy. en een Star Piece of zo was het, geloof ik. Ja, en 25.000 Stardust. verdeeld op, over 5 keer 4000 en 1 keer 5000. Waar je dus de hele dag voor moet spelen. Dat zijn 5 à 6 uur Pokémon Go, Go Battle League spelen. Ja. Ja, het, voor 25.000 tast. Ja, ik heb namelijk heel even nog zitten denken. voordat dit bekend was. of ik het misschien toch zou doen. Ik doe toch normaal wel die research. Toen dacht ik van. nou, nah, ik ga echt geen euro uitgeven. voor Stardust. om. nou, uh, ik extra geld te laten verdienen. Dat doe ik met community deed natuurlijk wel. Maar dan heb ik er nog iets aan. Mm -hmm. um, alhoewel ik net iets las. Waar ik, ik ben ook heel benieuwd wat de rewards worden. voor Fennekin. Mm. Uh, want daar stond You get. In-game premium items, such as Ultra Balls. Dat ik dacht: van nee, dat zijn ja. geen premium items. Nee, Zo premium. Ik heb die Euro is al heel lang niet meer gekocht voor Community Day's. Maar... Nee, ja. maar als daar de items in slechter worden, stop ik daar ook mee. Maar, um... Heel goed. <laughs> Even terug naar deze. Ja, uh, ik. ik... Ik, uh, dit was het gewoon niet waard. En Laat staan dat nou ja, ik speel al niet meer zoveel. Ik heb eens dit seizoen uh, omdat ik de Premier Cup niet kon uh, spelen. door Omdat ik zelden moest reviewen. Dat kan ik nu natuurlijk wel gewoon zeggen. Um, uh, en ik dus al mijn tijd daar vooral in stopte. Uh, is dit waar ik sta en waar ik prima tevreden ben? Uh, ik ga niet honderd uh, wedstrijden spelen terwijl ik daar echt geen ja, tijd voor heb. Want dat is nog het volgende. Je moest 100, uh, 100 wedstrijden spelen voor deze betaalde research. Die je dus ook binnen deze dag moest afmaken. Om uh, het totaalpakket van 25.000 Dust en de extra rewards naast de Dust te krijgen. Dus je was dus verplicht om alle battles te doen. Verplicht, want anders ja. verloopt die. Ja, heb en heb je euro en... uitgegeven voor minder. En doen betekent dus ook dat je niet mocht vluchten. Want als ja, je uitvluchtte... Dat, uitvluchten... dat heeft, het, uh, heeft ervoor gezorgd dat ik hem uh, sowieso niet ging kopen. Ik vond nee. het al niet tof om verplicht te worden om alle 100 battles te doen. Maar goed, hè, uh, de kans was toch aanwezig dat ik ze alle 100 zou doen. Dus ik had zoiets van, oké, okay, misschien dat ik hem dan toch nog koop. Maar toen inderdaad werd bekend dat als je op, uh, op quit drukte, linksboven... dat dat niet telde voor je research. Ja, dat en betekent dat dus, dus... Ja. dat als je. Ja, sorry, ik ben, ik ben hier uh, helemaal uh, nee, nee, nee. hyped op uh, Jeffrey. Um, ja, 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 dat ja, betekent je dus krijgen. ook dat als je ziet dat je niet meer kunt winnen, er is geen mogelijkheid meer om te winnen. Bijvoorbeeld, je hebt een Vigoroth over en hij heeft nog een Trevenant of whatever. Dan moet je alsnog wachten, terwijl je al honderd potjes moet spelen, totdat hij je afmaakt. Waarom? Nou, en dan vind ik het nog erger dat als door Nayantic falen in de programmering je spel glitcht en je er dan uit wordt gegooid, je ook niet, kunt, uh, hem niet meer kunt halen. En daar waren heel veel mensen die dat hadden. Ja, ja uh, stel je voor inderdaad, je hebt niet per ongeluk um, op linksboven geklikt op quit, maar inderdaad, je spel is gewoon vastgelopen, dan heb je ook pech, telt ook niet. Ja, dus de beste rewards kun je dan dus niet claimen. En daar heb je dan de hele dag voor gespeeld. Ja. Of stel je voor, ja, je hebt een keertje per ongeluk gedaan, quit. En je hebt er niet op gelet. Dus je denkt gewoon van, oh ja, dat ga ik wel redden. En dan kom je er aan het eind achter. Dan okay. mis je 9000 starters hè, van de 25.000. Precies. En de extra items. En de extra items, ja. Nee, het is echt absurd. Ik, Dit um, was ik... echt wel weer een van de slechtste dingen die ze hebben gedaan. Ja. Ja, dus met, deze met wil al... ik graag onthouden voor uh, het einde van de jaar: de, de top 5 flops. Ja, is prima. Nee, het enige wat me dan nog een soort van aanstond, is dat uh, je er geld voor moest betalen. Dus uh, hoe heet het, uh, ja, weet je, je had nog een soort van keuze nu om uh, dit niet te gaan doen. Maar stel dat jij hem dus wel had gekregen en dan per ongeluk op kwit had gedrukt. Dan was hij ook door je strot tegen duwd. En dan, uh, en nu, als je er nu voor betaalt, is het natuurlijk erger. Maar nu kun je er ook nog voor kiezen om hem niet te doen. Dat ja, Nou, en dat was dus ook mijn uh, reden. Uh, toen bekend was, je mag niet kwitten. Toen had ik zoiets van nou. Dan gaan we het niet doen, want ik wil niet verplicht battles uit gaan zitten. Ik, het kost me ja. al genoeg tijd. Ja, Daarover gesproken, wat is de status, Dennis? Nou, laten we beginnen bij de Go Battle Day. Die heb ik natuurlijk wel gespeeld. Uh, en dat ging op het begin wel oké. Okay. En toen ging het daarna weer bagger slecht. Uh, en uiteindelijk ben ik uitgekomen op 10 positieve sets van de 19. Want ik heb negen negatieve sets. En daarmee kwam ik dus uiteindelijk ongeveer weer op hetzelfde als waarmee ik begon, die dag. Ja. Dus ik heb weer 5 à 6 uur gespeeld voor niks. Oké. Okay. Maar ja, voor niks. Oké, okay. toegegeven, ik heb wel voor iets gespeeld. Ik heb namelijk die dag wel expert gehaald. Dat is iets. Dat is inderdaad iets. En toen had ik expert gehaald en vervolgens de, aan het eind van de dag stond ik weer dus op 2600 nog wat. Dus toen was ik weer terug bij af. Ja. Maar... ja, maar. Maar, maar. Uh, nou, ja, ik had dus één extra setje over nog meegenomen van Go Battle Day. Uh, de dag erna had ik gespeeld en toen ging het best oké. Okay. Ik heb eindelijk een team gevonden dat werkt. Uh, in deze twee laatste dagen van de Sunshine Cup. Uh, namelijk Shadow Donfen, uh, Noctal en Vigoroth. Um, mm -hmm. En Shadow Donfen is echt top, echt fantastische Pokémon. Um, en toen ging het best wel goed. En toen heb ik gisteravond zo goed gespeeld dat ik best wel wat hoger kwam. En toen heb ik uh, vannacht maar mijn setjes doorgespeeld totdat ik een setje verloor. Dus toen heb ik nog twee extra setjes gespeeld. En toen ja. stond ik ineens op 2900 Elo. Dat is okay. nog maar 100 punten van Legend vandaan. Ja, dat is uh, nou twee goede setjes en je bent er. Klopt, helemaal. Dus ja, vandaag ging ik weer spelen. Nou ja, tenminste, ik had natuurlijk gisternacht dus mijn derde set gespeeld. Die was negatief, dus toen ben ik gaan slapen. Nu heb ik vandaag nog een setje gespeeld. Nou, die was weer negatief, een 1-4. Echt slecht dus. Mm. Uh, dus ik ben inmiddels alweer gekelderd naar 2800, nog wat. Uh, maar, weet je, het ging best wel goed dat ik zoiets heb van: zo, ik heb gewoon 2900 gehaald dit seizoen. Dat is gewoon best wel dichtbij. Dus ja, wie ja. weet. Er komt nog een Little Cup. Ja, de Elemental Cup komt eraan. Ik ben er heel benieuwd naar. Vooral omdat uh, uh, het wordt de Ducklet Cup. Als je ook kijkt mm. op PvP Poke naar de counters van Ducklet, dan zijn er maar twee Pokémon die van hem winnen in de One Shield. Twee. Ja. Ik heb nog ja, nooit een Pokémon al... gezien die zo weinig counters heeft. Zelfs Bronzer had meer counters. Ja, we hebben al een Elemental Cup gehad ook, hè? dus uh, klopt. Uh, little cup. Yeah. Ja, alleen uh, het ding is dat Wing Attack is sinds de vorige keer. Ah, oké. Okay. Dus Ducklet is nog sterker geworden. Ja. Yeah. En Cottony is genervd, want Charm is minder sterk geworden. Nou naja. dus, okay. ja. Dus, <laughs> ja. Ducklet is echt dé Pokémon om te hebben tijdens de Elemental Cup. Ja, nou ja. En daar gaan we uh, dus. ja, goed. ik denk dat we veel Ducklet en veel Chinchou gaan zien. Ja, we gaan het dan zien. Ik ben heel benieuwd. Mm -hmm. um, is dat ook wat er nu komt? Nee, toch of wel? Ja, is wel wat er ja, nu wel. komt. Ja, die komt ja, ja, ja. Uh, morgenavond. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Uh, ik ja. hoop uh, en ik denk met mij, alle luisteraars van de Madden Podcast dat we volgende week uh, een hele blije Dennis uh, hebben. Nou, wie uh, weet. Uh, <laughs> ja, ik bedoel, ja, het kan nog. Het kan uh, zeker nog nu ik. Uh, Stefan zegt altijd uh, aan het einde van het seizoen wordt het makkelijker. Dus uh, je bent best ver gekomen. Zonder van die Go Battle Day dan, hè? Ja, die Go Battle Day heb ik dus de hele dag gespeeld en uh, met een heel negatief gevoel geëindigd. Uh, ja. Dat zorgt er overigens ook voor dat ik volgend seizoen sowieso anders ga spelen. Uh, en ik heb zelfs gezegd dat als ik geen legend word dit seizoen, dan weet ik niet of ik überhaupt ga spelen. Dus ik ga sowieso anders spelen. Met anders spelen bedoel ik dus dat ik echt cups ga overslaan. En dat ik de Go Battle Day eigenlijk al, mezelf al helemaal niet meer wil aandoen. Nee, je snap. Ik. Of het moet echt een cup zijn waar ik heel blij van word, maar. Mm. Ja. Dus dat... Nou, dat gaan we dan zien. Ja. ja. Um, en uh, daarmee uh, denk ik dat we een einde kunnen maken aan de podcast, toch? Ja, ik denk het wel, toch? Dat was het laatste rubriekje ja? over het algemeen. Ja, precies. Nee, ja, misschien wilde je nog iets zeggen over deze rubriek. Hè. Dat kan uh, altijd nog. Nee, nee, maar... nee, ik heb net al gezegd: uh, zorg ervoor dat je een goede Ducklet hebt. En als je een Petile hebt met Hidden Power Electric, dat is de andere Pokémon die Ducklet kan verslaan. Oké, okay, dan Zo moet je wel dat. Het... Specifieke Pokémon, ja. Ja, ik wil het zeggen. Het wil wel eens specifiek, maar dit is uh, wel heel ja. specifiek. Ja, uh, overigens mochten de mensen zich, naar, zich naar afvragen: hey ik gebruik elke keer Fast DM's op mijn Petile, maar ik krijg maar geen andere Hidden Power. Nee, dat klopt, die staat vast. Um, dus ja, uh, je moet er al een hebben. <laughs> ik heb een Water Hidden Power. Ja, ik heb een Steel, geloof ik, of zo. Hmm. Of nee, Rock heb ik. Oh, dus ja. dat is wel super effectief op daklet, maar het is niet super effectief genoeg. <laughs> nee, precies. Oké, okay, nou dan uh, ga ik de outro uh, instarten. Uh, en uh, is het uh, bijna zover. Ik hou het dit keer de tijd in de gaten, dan uh, geef ik je de kans om nog toe, ja, zo te zeggen. Oh, wat lief. Uh, ja, bedankt aan uh, alle luisteraars uh, voor het luisteren deze week, en wij zien elkaar morgen, Dennis. Hey, maar je hebt de auto helemaal niet aangezet, toch? Hoor jij hem niet? Ik hoor niks. Oh, nou. Ja, en het scherm is ook wel. wit bij mij, overigens. Oh ja, ik zie het. Hmm, oké. Okay. Misschien hebben de luisteraars het nu wel gehoord, maar ik ga gewoon nog een keer het scherm delen. Ja, dan weet ik ook niet uh. wanneer die harde gaat. <laughs> Nee, dat is wel handig. Uh, even kijken. Staat de uit, uh, auto inmiddels uit? Of, uh? ja, 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 ja. Ik deel nee, nu op okay. het nieuwe scherm. Zie je nou uh, wel het scherm? Ja, nou zien we wel, toch? Ja. Oké, okay, nou, dan starten we gewoon nog een keer in. Misschien dat jullie hem nu twee keer horen, maar... Uh... Oh ja, hij begint nu gewoon opnieuw waar ik was gebleven. Zullen we dat niet doen? <laughs> nee? Nee? Nou, gaat lekker, Jeffrey. Ja, komt ie. Ja. Bijna goed. Um, ik wilde dus zeggen, ik zie jou morgen. Uh, een ja. Morgenavond uh, op de Bruiloft. Uh, waar mm -hmm. we uh, gezellig, uh, denk ik, een drankje gaan doen. Um, en uh, ja, nogmaals, alle luisteraars bedankt voor uh, de leuke vragen, voor het luisteren. En uh, ja, ik, uh, ik, ik zie je zaterdag weer, Dennis. We zien elkaar veel. Nog uh, tien seconden, dus uh, go your gang. Oké, okay, dankjewel. Goed. Iedereen heel veel succes. Uh, met de Elemental Cup. En um, bedankt voor het luisteren, allemaal. En bedankt, Don van Teurs. Bye bye. Doei.